that start streaming. Boys. Boys, boys, boys. En natuurlijk dames. Ook. Het is weer Snipe Zaterdag. Dus. Jullie weten wat we gaan doen. Het is weer zover. YouTube chat erover uit. Boom. TikTok chat. Los. Yes. Hey Joyce. Mick met de first. Ja, zo mag je die typen heel snel. First. Mick zegt gewoon M. Bam. Snelst. Oké, meteen een lobby voor minigames. Alright. We beginnen gewoon welke met skin metal. Standaard. Jullie weten het al. Ja man, ik had het gehoord. Mensen die hebben dus 140 megadozen gekregen voor 2 euro. Ja, je hebt er tussen zitten. Ik geloof dat iemand had gezegd dat één, Dionny had dat trouwens gezegd, dat één dat had gedaan en dat hij nu bijna een maxed out account heeft, behalve echt een paar brawlers die nog level 10 zijn en de rest allemaal level 11. Wat echt zwaar OP is. Dus iedereen die vanmorgen op tijd was met de aanbieding, die is nu stacked. En Jack heeft het dus blijkbaar ook gedaan. Hoe laat was die aanbieding? Want ik was pas rond, wat is het? Nou ja, niet rond 8 uur, net van je de meeste het zeiden. Inderdaad, Shadows, zometeen, als we dan weer solo, toevallig Shadows had me gesniped. Thanks. Hier is de code, by the way. Maar, zometeen wordt... Jezus. Power League een stuk kutter. 9 uur. Power League wordt een stuk kutter. Want ik moet nu toch allemaal mensen met waarschijnlijk level 11's en level 10's. En dan zit ik zelf nog met... Wat niet leuk is. Maar we gaan zien hoe het afloopt. Even kijken. Oké. We gaan voor skin metal. Big swings. Wij gaan natuurlijk met Bibi. Mensen keuren. Show allemaal maar. Wie heeft nog meer die aanbieding te pakken gekregen? Oh ja, by the way, voor iedereen die het niet weet. Yo, Dominique, denk je dat je de code pint? Ik heb mijn uitslag vandaag binnengekregen. En ja, ik ben positief getest. Dus, fuck. Jan zit in quarantaine. Ik ben locked. Ik voel me niet heel kut, eerlijk gezegd. Ik dacht eigenlijk gewoon dat ik hoofdpijn had omdat ik iets te weinig gedronken had. Want af en toe denk ik er niet aan. En blijkbaar had ik gewoon het coronavirus. Maar ja, alles gaat oké. Alleen een klein beetje verkouden. En mijn smaak is weg, maar voor de rest eigenlijk helemaal niks. Wat heel kut is trouwens. Proef ik niks meer. Dacht ik lekker te gaan met kruiden en andere shit. En ik proef gewoon helemaal niks. Ja, Ryan. Thanks for the roses. Oh, ik zal meteen eventjes dat ding intikken. Iedereen, ja, volgens mij is dat is met die nieuwe variant. Iedereen heeft corona, maar dat is, eigenlijk niemand is echt ziek. Mijn broer heeft het, mijn moeder heeft het, mijn zusje heeft het. Ik heb het. Ik heb andere mensen gehoord die het hebben. Iemand vertelde laatst dat ze halve school het had. Maar niemand is echt ziek. Is gewoon meer positief. Hey man. Even kijken. De code even intikken. Ik weet niet, Mats. Ik ben ready, gast. Duurt lang. XAPN2. En de rest zag ik niet. QGK. Boom. Hoe laat was die aanbieding? Blijkbaar om 9 uur. Maar hoe lang was de aanbieding? Dat is een betere vraag. We hebben twee dezelfde BB skins, zie ik alvast. We hebben een Log Spike. Wie, oh wie? Oké, ik heb een nieuwe skin en ik vind hem best wel ziek. Dus ik ga skin met ons sowieso winnen. Volgende potje. En Adrie is doodgemaakt. Sorry boys. Mede de BB's. Solo Power League weten hoe laat het is. Yo, Noah, kom terug. Noah, oprecht? Oké, Shadows, maak Noah dood. Maak hem dood. Noah, nee, Noah, je moet niet alvast doorgaan terwijl we bezig zijn. Oké, dankjewel. Even kijken. Dit moet duidelijk blijken. Niet zomaar doorlopen. Skin metal is skin metal. We kunnen niet zomaar de regels aan onze laars lappen. Niet hoe het werkt. Sampoe met de kerstpin en al. Georgie, oké, kom maar door. Tot OP Rico. Ik had hem bijna doodgemaakt voor mijn hitte. Mats. Een mooie skin.
Ik vind Logman Spike nog steeds wel dik. Ook al is het kerst al over. Dat is nog wel ziek. Rasta Jan. Rasta? Alleen omdat ik een muts op heb. Oké, naar de boys toe. Sorry, Shadows. Oh, is dit wel lastig? Ik denk eerlijk gezegd dat ik toch voor Log mijn Spike ga. Ik vind de Log Spike heel mooi. Ik vind alleen de versiering eromheen iets minder. Yo, en on people. Gefeliciteerd, gast. Wat is er met Henk? Jullie allebei. Shadows. Alleen het is lastig om... Oké, dankjewel, Sampo. Wauw, ik mis de bubbel op een 8-bit. Die is veel te slow. Baby Yoda cancelt 2 keer mijn shots. Dat is wel netjes, de Yoda. Goed gedaan. Niet dat je gaat winnen alsnog, maar alsnog. Nice. Kap met spammen. Adriaan. Silence, wench. Nee, Adriaan, je kan niet zomaar gaan spammen. Ik weet niet. Je kan niet door als je gekillt bent, man. Je moet oppassen dat je niet gekillt wordt. Maar wie had jou gekillt? Volgens mij Georgie. Je hebt wel eens dat Georgie er tussenuit gekikt wordt. Kijk, wat gebeurde er dan? Kijk, dit is waarom je elkaar dus niet moet hitten. Want dan krijg je situaties zoals dat. Dan moet Georgie er tussenuit. Nou moet de guy die hem killde er ook tussenuit. En dat is Georgie. En Adrian allebei. Power League, Mr. Outfish moet er ook tussenuit. Baby Yoda, fik. Niet per se. Noah. Power League solo. Ja, dan mag Baby Yoda die mag gaan keuren. Shadows is in dit geval dan wel door, omdat hij nu wel binnen het ding staat. De surface setup. Nee, lekker, Henk. Oké, dan kunnen we dus morgen zouden eventueel op Minecraft kunnen. Ik bedoel, ik zit nu locked down, dus ik heb niet heel veel anders te doen. Ik dacht eigenlijk te gaan sporten. Ik ga nog wel sporten, weet je wat? Ik kan gewoon buiten gaan sporten. Dat is geen probleem. Kijk, we hebben Gummy 4. En dit is een skin die ik aan jullie wil gaan showen. Ik heb hem verdiend. Oké? Ik heb hem verdiend. Ik weet niet wie hem heel snel zag. Maar dit is een leuke. Niet showen. Wanneer komt de rol voor leden? Gummy, als het goed is er al een rol voor leden en ik wil hem ietsjes aanpassen. Want die rol voor leden is nog niet een hele mooie rol qua naam en alles. En ik moet nog een chat specifiek maken, want dat heeft bepaalde dingen nodig. En Mo gaat me ermee helpen. Dus kom maar goed. Je zou me maar killen. Echt zo, Adriaan. Hey, Sampo rank 30? Dat ik. Code. Hoorde ik daar Minecraft? Ja, inderdaad. Klopt. Minecraft server setup. Oh, dat is de verkeerde. Check deze skin. Gast, hij is ziek. Ik vind oprecht dat Brawlsters het mooi heeft gedaan. Deze Nita skin. En op zich is het wel sowieso wel goed dat ze dat doen. Want ze maken het dus gratis skins. En ze maken ze echt heel dik en dan doen ze ze weg voor 25.000 powerpoints. En dat is voor hun, levert het ze niks op. Dus in plaats van dat ze voor gems doen op deze manier, best wel nice. Yeah, boy. Oké, kan ik iemand even superchargen? Veilig. Boys, free super. Bucky, als jij nou de hit dat je gadget gebruikt, kan ik supercharge. Gummy? Oh, check. Boom! Kijk die beer! Die is ziek, gast. Het is net zo'n soort tijger, maar het heeft ook een... Het is niet echt een beer meer. Het heeft een staart. Een lange staart. Wanneer komt de rol voor lid? De rol voor lid is er al. Er moet nog een chat komen en er moet nog iets aangepast worden. Kom maar goed. Mans. Wie gaat er winnen? Ik vermoed... Yoda, laat mij winnen. Puur om de skin, hè. Oh, nee. Oké, rip.
Rip, Bucky heeft gewonnen. Ik heb nog een invite, ja. Nee, eigenlijk is het... Het ligt eraan wanneer je hem wil. Wil je hem nu nog? Na een uurtje raak je je geduld op. Snap ik. Island. Eten. Dat is de Island Boys. Even kijken. Wie, oh, wie moet er tussenuit? Potvis, Sampoo, Gummy, Shadows en Hyde. Matsmans ook, toch? Nee, niet. Sampoo, Potvis, Gummy, Shadows, Hyde. Gummy. Potvis. En Luke is nieuw. Yes. Jan, ik was vandaag en gisteren, maar... Ik zie echt een heleboel mensen of met al een rank... Of... Ja, de manier waarop je op de server komt is ganzen voor claimen. Of andere manieren. Want aan de andere kant zijn bijvoorbeeld mensen die heel, heel vaak op TikTok in de chat zijn al lang, zoals Joyce en Dominique. Die hebben natuurlijk geen ganzen voor, maar die kijken wel mee. Dus daar moet ik ook een manier voor vinden. Even kijken. Ik pak een andere skin. Dan gaan we hierna gaan we wel Terror Race. Terror Race is trouwens iets aangepast. Ik weet niet of jullie het de vorige keer gezien hadden. Toen hadden we overdag gedaan. En er waren maar twee mensen die niet door. Jan, er waren maar twee mensen die niet. Allemaal popcorn, guys. Weer mensen met dezelfde skin. Okay. Mr. Outfish, ik en Baby Yoda. Kom, kom, kom. Met z'n drieën tegelijk. Outfish, Baby Yoda. Kom, met z'n drieën. De popcorn boys. Mo, Momo, back off, back off. Dit is onze tijd. De popcorn boys. I like it, guys. Popcorn boys voor de win. Gaan we voor die nummer 1 plek? Let's go. Let's go. Oh, Luke is het ook gelukt om binnen te komen. Yo, Luke. Pap, 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 pap. We hitten hem. Pap, 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 pap. Popcorn. Popcorn voor Luke. Pap, pap, pap. Ja, kun je best wel inviten met Terror Race. Hey, Julius. Julius DZ. Mootjes neer. Even mootje. Oké, wie is dood? Oké, okay, Baby Yoda, genoeg met de popcorn. Oké, okay, ik moet nog overleven. Ik moet nog rijden. Kom op, popcorn boys bij elkaar. Als we doodgaan, dan gaan we met z'n allen. Nee! One foul swoop. Pap, alle drie de popcorn boys tegelijkertijd neer. Zeg mijn naam altijd verkeerd. Rineboon. Hoe zeg je het anders? Rineboon? Oké, Dennis kreeg nog een invite. Dennis, volgens mij had ik jou als vriend, toch? Of niet? Of nog niet? Kaatst invite. Bro, rustig. Dit is toch het laatste potje. Oké. Sorry, mensen. Die het niet. We gaan een nieuwe lobby. We gaan lekker Daryl racen. Oké, Eva wou een invite. Boom, boom. Die is member, dus dat kan. Die had er nog één te goed. Eva, waar sta je? Eva, sta je bovenaan hier? Ah, je hebt ondertussen de code gezien. Shit. Oké, okay, Eva, zet jezelf op zoek naar een team. Dan kan ik je makkelijker inviten. Ik maak zo meteen wel een nieuwe lobby speciaal voor jou aan. En dan doe ik het opnieuw. Maar we gaan toch over een kwartiertje gaan we snipen. Eerste keer dat ik moet de skin winnen. Henk. Henk had gewonnen en nu is hij neer. Elke server en hulp zelfs. Oké, okay, NL People, ga naar YouTube toe en spaar wat extra ganzenvoer. Het wordt niet heel duur. Het wordt iets meer dan 1000 ganzenvoer om de Minecraft server in te komen. Boom, boom. Of natuurlijk members. Als je member bent, kom je er ook standaard in. Alleen ik had gevraagd en de meeste members die hebben niet eens Minecraft. Dus dat is wel jammer. Sample zijn zelfs Minecraft is saai. Wauw. Gaan Daryl Race.
juiste gadget. Juiste dingen. Sorry Lenny, als je per ongeluk liefst, dan houd het op. Jan? Nee. Ik ben geen Pam. Dennis, stuur me anders even via... Want heb ik jou nou als vriend, of niet? En hoe heet je ook alweer in Brawl Stars? Het is lastig om mensen te identificeren vanuit hun... Brawl Stars naam naar YouTube naam. Dat is niet makkelijk. Voor duizenden mensen die dingen onthouden. En ik heb sinds gisteren 1.000 volgers op TikTok. Gefeliciteerd. Severe? Oh, dit is jouw idee. Oké. Okay. Een rare glitch. Dus misschien zeg ik het na livestream even. Hey Thomas. Thomas, kom maar lekker meesnijpen. Oh, Sir Nielsen. Ik zag hem al. Maar het is hem opnieuw gelukt om ertussen te komen. Oké, hun pakken allemaal die bocht. Guys, stop met allemaal standaard die ene bocht pakken. We hebben hem nu allemaal ondertussen al gezien. Kom een klein beetje variatie. Zie je? Ik haal hem ook gewoon in 1 keer. Ik heb die bocht expres moeilijker gemaakt, omdat iedereen diezelfde bocht pakt. Ik wil dat mensen ook een beetje creatiever gaan worden. Onthoud trouwens, als je iemand killt en je haalt toch zelf het midden, mag je ook niet door. Dus zorg dat je absoluut niemand dood maakt. Oké, Noah pakt die bocht, wij pakken deze. Als je hem nou perfect vanuit de bosjes 90 graden... Oh ja, overigens heb ik die jump pad ietsjes naar beneden gedaan, zodat mensen minder makkelijk door die jump pad gegrepen worden. Super. Pak welke van super. Dit is lastig. Het is Noah gelukt en Gumby. Oh nee, Gumby net niet. Het is Noah en mij samen gelukt. Okay. Nu is het de bedoeling dat we hier er doorheen gaan. Juist hem. Soepel. We hebben een nieuwe code gemist. Ik zal hem zo even opnieuw laten zien. Ik had niet genoeg tijd om in te tikken. Jij was op tijd ready. In ieder geval X. Oh, hier, Henk heeft hem getikt. Dankjewel, Henk. Kom op. Oh, geen glitch ook. Sorry, Noah. Sir Nielsen haalt het net niet. Oh, die pakt meteen zijn super. Kijk. Als hij 2 mensen raakt met zijn super. Is hij meteen weer oké. Okay. Maar het is net niet gelukt. Oh, Dominique is het. Oh, Dominique, dankjewel. Boom. Dit is waarom je geen mensen moet hitten. Zetten. Zo. Oké, we hebben nog 10 minuten en dan gaan we snipen. Noah, je kan niet blijven als ik je kill. Want dat is sowieso allemaal midden niet gehaald. Oké, met Mr. Ouchie is ook niet gehaald. Dan heb ik het midden gepakt. Nee, Mr. Outfish ook niet. Dus Rasheen, Noah, Gummy. Rasheen, Hidde, Noah, Gummy, Luke. Nee, want Luke had nog niet meegedaan. Gummy wel. Hierna maken we een nieuwe lobby aan voor Eva, alleen van nu zijn de codes opnieuw gepind. Je wou graag. Even een potje Daryl race. En daarna, om 8 uur. Snipesa. Ja, Gummy, je krijgt er ook nog eentje. Jij en Dennis houden nog.
zitten met Luke, Appelboom. En dit is waarom je in het begin dus niet lang moet blijven haken. Maar gewoon meteen bam, 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 bam. De bochten goed pakken, want anders kom je later echt in de problemen te zitten. Zo. Als we er hier op deze manier ingaan, zouden we het best wel goed kunnen halen. Is het perfect? Oh yeah! Is het een nieuwe manier? Misschien een beetje. Ik heb dat nooit eerder gedaan. Oké, appelboom, appelboom. Netjes. Ik ga zelf proberen nog door te gaan, kijken hoe ver ik kan komen. Zonder andere mensen hulp. Tenzij, nee, nieuw is niet gelukt, appelboom. Gaat hij het halen nu? Nee, ook niet. Oh, ik zelf ook niet. Wanneer snijpen om 8 uur? Neil stoot je de kleine teen. Oh, Luke is genaaid. Ben je gekild door Neil? Neil, hoe kun je? Onze Henk. Wow. Dankjewel. Dankjewel, Lucas. Oké. Okay. Nou, je hebt je invite ooit een keer gehad. Boom, boom, boom. Kom op, kom op, kom op. Nee, waarom helemaal terug? We waren zo ver. Nieuw, als je mee hit. Ik zweer dat je maakt je dood. Gaat niet echt, dat ik dan ben ik al dood. Okay. Dead or Race wordt echt steeds moeilijker op deze manier. Kom op, glitch, yes! Glitch, glitch. Wanneer snijp dan? 8 uur. We gaan 8 uur beginnen. Alleen eerst even mensen verzamelen. Kleine warming-up in minigames. En dan gaan we snipen. Ben ik nou de enige die het gaat halen? Ah, nee! Ik was te laat. En nu hebben hun het niet overleefd. Nu heb ik het zelf niet gehad. Oké. Nieuwe lobby. Nieuwe code. Dus nu gaan we proberen wel Eva uit te nodigen. Eva die staat niet meer bovenaan. Waar sta je Eva? Waar is Eva naartoe? Eva? Nee, was je misschien die oude lobby gejoind of zo? Ik heb geen idee. Oké, en dan hebben we gewoon Nani Race dan. Nani Race map is ook ietsjes aangepast. Iets makkelijker dan... Iedereen had gefaald, ik weet het, Shadows. Maar, ik was bijna midden. Een paar maanden geleden had je van, ik 25k. Ik moet zeggen, Sampoet is moeilijk om mensen hun scores bij te houden. Maar ja, het zou goed zijn dat je toen 25k had. Ik heb er eerlijk gezegd niet heel veel op gelet. Oké, Nani. Dit is letterlijk, een race is een van de weinige plekken waar deze gear, de heal gear, daadwerkelijk van pas komt. Wanneer zou je anders stilstaan in een actieve match? Niet vaak. En dat ding is eigenlijk vrij useless, tenzij je misschien een Sprout bent. Of, nee, Tick zou ik ook niet eens zeggen. Kijk, het zou kunnen als je een Sprout bent, of een Tick, of een Barley. Op het moment dat je een hele goede positie hebt, en je staat in een positie waar je moeilijk gehit kan worden. Voor de rest zou ik niet heel veel andere dingen voor weten. Nou ja, aan de andere kant is een shield dan nog steeds misschien wel beter. Want wanneer word je dan gehit? Als je toch daar stil staat en je kan niet gehit worden, waarom zou je daar stil staan om te healen? Snap je? Het is nergens echt useful. Kijk, het is misschien als leuke derde gear, als bonus erbij. Maar anders zijn er altijd wel betere gears. Wat is kaart maken van de dag? Die van jou. Kaart maken van de dag. Je zit er met Tobias. Tobias. Oh, like spammen. Nou, voor mij mag het. Graag zelf. Maken we de plek open voor Tobias. Nu kan Tobias de super gebruiken. Yes, hij heeft de shield. Dat is mooi. En hebben we een easy plekje. Tobias, pas op. Niet me proberen te... Dankjewel. Okay.
Als Tobias nou helemaal stil staat. Nee, Toby. Als is al door. Oké. Okay. Maakt niet uit. Hier healen we op zich ook vrij snel. Dus dit is geen heel slecht iets. En oké, okay, ik ga één ding proberen. Wat achterlijk. Ah, oh, kut. ik ga proberen een route te doen die best wel moeilijk is. Moet Tobias me eerst super geven. Als het me lukt, is het knap. Als het me niet lukt, houd het op. Tobias, kom op, gebruik je super. Okay. Ah, close. Ik kon het moeilijk zien door de storm. Maar er is een manier waarop je het daar omheen kan en dan daar eruit. Oké, Wout en Mr. Outfish, ze breken er gewoon doorheen. Bam, hit even Wout met een knoppie. Tobias, Oké, we moeten Shadows ook even redden. Waarom is Noah, waarom ben je... Okay. Noah heeft niet goed opgelet, denk ik. Snipe Shadows even daar. Tobias. Dankjewel, Tobias. Een dubbel hitje. Een sandpoeder zitten. Wout. Hopelijk gebruik Wout ze super. Oh, we hebben Wout genaaid. We hebben Wout genaaid. Ik typiede. En toen typiede Wout op. Maar nu valt het hele beeld zelfs weg. Nee, Lucas. Nee, geen 11-jarige. Zeker niet. Je negeert mijn TikTok-kist gewoon. Ik zeg, ik heb ze niet gezien. Maar thanks voor de roos. Nee, sterker nog. Dat is het beetje genijden wat TikTok doet. Je hebt al die guys op TikTok. Die gaan dan... Ja, kom op, guys. We doen een wedstrijd. Kom op. Geef me geld. Dan kunnen we... Kan ik winnen. En uiteindelijk belanden ze in een top zoveel iets van Nederland. Ja, heel cool allemaal. Alleen het grappige is nog... Op het moment dat jij bijvoorbeeld die punten koopt, dan kost het volgens mij 1,15 of zo. 1,20 voor 35 dingen. Dus ik heb bijvoorbeeld 35 rozen aan iemand giften. En degene die het ontvangt, dus normaal gesproken zij het giften. Degene die het ontvangt, ontvangt maar een halve cent per punt. Dat betekent dat TikTok met meer of rond de 75% van alles... opzij. Ja, je hebt geld wel voor tussen op TikTok. Oké, het is... Oké, het is 8 uur. Ik wou zeggen, het is bijna 8 uur. Het scheelt letterlijk een aantal seconden. Dus, we gaan leven. We gaan door naar Solo Showdown. Het is tijd. Boys! Nogmaals betreden wij met z'n allen het solo slagveld. En nee, ik ga niet met Nani op het solo slagveld. Dat gaan we zeker niet doen. Oh ja, en by the way, ik heb Mag unlocked. Cool. Ziek? Ja, op zich wel. Hoogste, meeste trofeeën. Wat we gaan doen. Ze beginnen natuurlijk. 7. Oh nee, beter andere. Feest of hongersnood. Een chillen map. Ja, absoluut. Dat is wat we gaan doen. Is we gaan met z'n allen in solo showdown. Met deze pin. Mocht je deze pin niet hebben, drop dan de kandelaar. En ik moet zeggen dat ik vaker mensen in solo showdown heb gezien. Die niet eens bij ons horen, maar die nu ook dezezelfde pins gebruiken. En volgens mij was het destijds omdat er één guy, een internationaal iemand, een Nederlander. Ik zal trouwens deze aanpassen. Op TikTok ietsjes aanpassen. Deze pin. Oké, dan gaan we aftellen. En dan gaan we kijken wat de lay is.
Maar er was zo'n ene guy, hoe heet hij ook alweer? Oh, die heel goed was in solo. Money, nog wat. In ieder geval, die ging ook vertellen over wat wij in Nederland aan het doen zijn. Zaterdag aan. Oké, okay, ik ga hem aftellen en gaan we de delay checken. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oké, okay, de delay op TikTok is ongeveer 3 seconden. 3 à 4. Vrij weinig, eerlijk gezegd. Op YouTube. Moet ik even kijken. Boom. Right, bij YouTube even kijken. Doen we gewoon met 5, 5, 4, 3, 2, 1, 4 seconden. De Money Capital. Oh, is een Belg. Oké. Okay. Ik spreek ook Nederlands. Even kijken. Ready. Bij 4. Money Capital is maxed op 500. Wat bedoel je maxed op 500? Oh, maxed level op 500 trofee niveau. Bro, ik voel me ook niet schuldig. Echt totaal niet schuldig. Voor Snipe Zaterdag. En ik ga je vertellen waarom niet. Ik ging af en toe laatst voor de grap en voor de leuk ging ik op Solo Showdown spelen. Bro, het aantal teamen wat er gebeurt is gewoon niet grappig. Als je daadwerkelijk serieus als spelen en je wil niet met een groep primo's, weet ik veel, met Franks en weet ik veel allemaal gaan teamen, dan is het gewoon bijna onmogelijk. Het is tenminste niet onmogelijk, het is lastig, alleen de gemiddelde score is dan laag. Wow. Voor trofeeënpoes is het niet ideaal. Je weet ook met z'n drieën in Brawl Ball of zo. Oké, okay. Helemaal ready op 4? Hier hebben we de pins. De 2 kerstpins die we gaan gebruiken, mocht het zo zijn dat je met elkaar komt. Die kans is gigantisch. Zorg dan dat je elkaar absoluut niet doodmaakt. Pak eerst een paar kisten, behalve als je een brawler bent die niet al te veilig is in zijn eentje. Meet dan allemaal op een bepaalde plek en haal de enemies neer. Als er niemand anders meer over is met een kerstpin of met onze pins, deze kerstboom of de kandelaar, dan is het een free for all en mag je elkaar afmaken. Dan is het geen backstabben. Anders... Oké, okay. Let's go guys. Vanaf 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready. Is trouwens het geluid op TikTok een beetje goed? Voor mij zit het in de... Oké, met wie zit ik? Geen flauw idee. Niet met een kerstpin om me heen zo te zien. Deze kijk krijgt snel zijn super. Zat ik op te letten. Oh. Oké, laat maar even. Ik zat te kijken in de chat. Waarom sneakt een Shelly opeens in die bosjes? Nou ja. We gaan andere mensen toekijken, kijken hoe het bij hun gaat. Oh ja, trouwens, blijkbaar kan je wel met elkaar komen, ook als je in dezelfde club zit. Dus als je in een club beest zit, niet lieven. Niet doen. Want ik kom ook al met mensen die uit dezelfde club zitten. Zo te zien allemaal niet, hè. Was het een beetje in zijn eentje. Oké. Okay. Wel lekker met hem. Nou, kunnen we 800? Ja, we kunnen sowieso 800. De muziek zit iets te hard. 2 seconden, ik zal de muziek ietsje zachter zetten.
Zo beter. Test, test. Smak, smak, smak. Dat zou goed moeten zijn. Ik heb het een beetje opgefokt voor mezelf. We gaan nog een keer proberen op 7,75. Mister. Kijk. Maarten. Oké, deze guy is hier lief, maar is niet handig, want ik kan elkaar nog steeds slijpen. Oké. Okay. En we gaan nu nog niet 800. We gaan na deze gaan achter. Kreun op 4, dan kunnen we er klaar aan. Ook omdat je klaar staat op 4 en op TikTok op 3 zelfs. Ik mag tellen. Heb je 2 eurocent gegund? Yo, El Beast. Rijk! Rijk! Alsnog lief. Oké, ik zal hem aftellen. Vanaf 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Dennis. Dat heb je niet in de chat gezien. Is dat met sample? Lekker. Okay. Kijk, met ik deze keer. Ik zit met een M's, zo te zien. Kom op, M's. Was gevaarlijk wat ik deed, want ik was wel in M's range ook aan het spinnen. Was zonder ik wist of zijn team dat niet. Yo, B. Bij ons. Die B hoort bij ons. Dat niet. Oh, deze guy wel. Uh-oh. Nee, hit hem. Pas op. Die El Primo die krijgt ook natuurlijk vanzelf super. Dat is een beetje vervelend met elkaar. Yo, El Primo's. Yo, boys. Uh-oh. Kom niet te dicht in de buurt bij die bosjes. Ik weet niet wat die El Primo's gaan doen. Oké, als jullie een beetje afstand houden, dan drop ik me super hier. Uh-oh. Nee, oké, dit was dom. We kunnen elkaar natuurlijk super. Eigenlijk is het Kerstpin Army tegen een hele groep El Primo's. Ja, we kunnen hem ook wel op 7,25 laten, maar we gaan eerst nog een keer op 800 proberen. Stu is wel een goeie hierin. Oké, okay, we moeten naar Snipeboys gaan. Noah, Sanji. Niet bezig, Loop wel. Wacht in hi. Hee. Noah. Oké, okay, Noah Gillis zit er in de buurt. Die Sandy weet ik niet. Ik zou niet in de buurt van die Sandy komen. Corey zit onder en wie? Corey en wie horen wel bij jullie? Oh, Corey! Hij dropt zo. Pop! Een Sandy. En sterker nog. Volgens mij dropte hij die Sandy. Ondanks dat die Sandy er gadget gebruikte. Maar omdat hij in zijn super was. Werkt die gadget wat op zich wel ziek is. Dat is trouwens ook een goeie. Als je Mordus wil counteren met je team, is het in PL of in Club Wars. Een oké counter tegen Mordus, die ook heel goed is op de meeste maps, is Sandy. Moet je wel goed samenwerken met je team, maar op het moment dat de Mordus inkomt, dan hit je hem meteen met een gadget. En dan kan je georganiseerd met je team die Mordus in één keer neerbursten. Anders kan hij namelijk heel langs van je team heen. Gebruiken, super range worden. En vooral met een level 11 modus kan het nog vervelend zijn. Corey, wie en Gillis. Lekker bezig. Corey, moet nu tegen wie, maar weet dat hij niet tegen Shelly gaat winnen. Of, dat hem gewoon weer 1 van 2. Hoe dan ook. 800 proberen. Een aantal mooi afgerond. Sandy, Shelly, Brock, Stu. En nu gaan we met Shelly tegen die kut. Vervelende El Primo. Kijk, je dood als Sandy de Force. Ja, je kan natuurlijk nog steeds dood tegen een Mordus. Alleen, het is een oké counter. Niet de beste counter. Maar het is nog steeds een oké counter. Als je georganiseerd met je team werkt, dan best wel een probleem. Yeah. Alleen, het ding is wel, zodra je gadgets op zijn, heb je wel een probleem. Mag ik vertellen zo meteen? 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Top 7, ik word gekillt door Corey. Wacht, jullie, jij en Noah zitten in hetzelfde potje. Corey, waarom kill je... Wie is die fan van club? Ik weet het niet. Hij probeert een keertje te joinen in de club. En zo midden in de club. Alleen, heel weinig mensen spelen bij ons Club Wars. Wat jammer is. Dat is je Shelly. Shelly, beter dropte die. Oh, hij heeft wel Kerspin, Oké, niet killen, Dat is iets te slow met die Kerspin. Zo, die, je hebt de kans dat die guy gaat stunnen zo meteen. Deze El Primo. Kerstpint toch? Hopelijk. Oké, okay, Kerstpint. We moeten die Frank zien killen. Vertrouwen weten te wekken. Kijk, als we nou op deze manier vertrouwen weten te wekken en doen alsof wij hier aan het checken zijn en alles aan het clearen tegen deze Sandy. Dan proberen we te... Uh-oh. Terug te gaan tegen die Sandy. Oké, laat maar. Die andere Shelly heeft het al gedaan. Nee, kill hem, kill hem! Ja, hij hoorde niet bij ons. Hele tak. Waarom staat die moorden stil? Dat is niet verstandig. Had hij nou een kerstpin of niet? Oké. Die is weer. Niet deze guy een kerstpin. 5? Nee, zo dat zien niet. En anders doet hij nu de verkeerde. Dan heeft hij een probleem. Oesman. Kijk, Oesman zit op nummer 2. Mat staat op nummer 1. Nou ja, wat we doen. Dus we doen deze guy. Boom, boom, boom. Good luck. Blijf daar. Niet de storm in. Dat mag ik alleen doen. Yo, Jelke Bakker. Wat is er? Waarom wil je zo dat ik je naam zeg? Ik snap dat nog steeds niet. Ik keek laatst bij Joran kijk ik ook live toe. Maar mensen, ja, ik weet het niet. Die willen heel graag dat je hun naam zegt. Why? Why? Waarom wil je zo graag je naam uit mijn mond horen? Waarom is dat? Wie zat ik uiteindelijk? Ik zat er met Maze God. Maze God, ja, dat is dus de ene live die ik toekeek. En Maze God was ook degene die Joran had gesnijpt. Net nadat hij klaar was met ons uit minigames... hadden we Joran geraped, toen had diezelfde Mace Joran gesniped. Mace was een drukke jongen die dag. We zaten met SK Lanoob, Mary, ik, Danoboy, die is doodgegaan, Ari God, oh jammer. Billy Power, ik weet niet of die bij ons hoorde. Ik denk het wel, Spintwin is volgens mij een Nederlands. Oké, we gaan nu dus door. Zullen we hoger, dat kan. Oké, we gaan vandaag nog met mijn Leon op 8:30. Maar voor nu gaan we weer proberen, kijken hoe dat gaat, 7:25. Sommige mensen hebben er heel erg graag om gevraagd. Daarna gaan we meteen weer omhoog werken. Dus als je geen 7:25 hebt, die mensen heb je er ook tussen zitten. Sommigen hebben niet eens 7:25 omdat het te hoog is. Sommigen hebben ze geen 7:25 omdat het te laag is. Hey, twee kanten van aspect. Ik zat trouwens top 10 met ganzenvoer. Ik weet niet hoe ik niet nummer 1 ben. Ik ben bij eigenlijk elke stream. Maar ik heb natuurlijk ook niet zoveel ganzenvoer mijn kant op gestuurd. Oh ja, en ik heb ook soms mijn ganzenvoer weggegeven. W als je met Nani gaat. Of met slippende banden weg van de politie. Laat me horen. Oké, de 7:25. We gaan voor Vision. Dat is prima. De best. Maarten is alweer terug. Oké, ik ga hem aftellen. Vanaf 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dennis, ga Fortnite spelen. Fortnite is weer een dode game. Nou ja, niet dood. Dat er helemaal geen mensen meer zijn. Maar dat het minder leuk is dan vroeger. Ik weet niet, ik heb zelf nooit Fortnite gespeeld. Behalve één keer in een buurthuis. Pak hem, pak hem.
Dat is de verkeerde pin. Dat is de verkeerde... Ik weet niet wat je doet, maar dat is de verkeerde pin. Toch dat je de juiste pin doet. In deze collette, ik had je bijna dood gemaakt. Toevallig had ik gezien dat jij een kerstpin had. Hebben we nou iedereen een kerstpin? Ik kies zo streng. Scherm zo geven. Inderdaad, beroepsscherm. Ik zit hier een uitkeer. Dan moet ik zeggen dat ik als Bo niet al te goed gewapend ben tegen een... 5-powered Edgar. Maar op range wel. En ik heb deze boel. Oh, die heeft kerstpin. Hey, boys. Back off. Hij heeft kerstpin. Hij is clear. Hij heeft het te wachten gehoord. Kom terug. Hey, Colette. Fuck off. Hij heeft kerstpin. Laat die Edgar met rust. We moeten wel oppassen. Deze Jean. Kijk die hele gang waar we mee rollen. Kijken. Nee, die Jean. Is oké. Okay. Lekker dat ik door die bosjes heen kan kijken. Uh-oh. Bro, niet in je eentje achter die spike aan. We kunnen je helpen. Oké, die spike is wel neer. Beter volgt niemand me. Maar guys, succes. Het is free for all. Mag elkaar maar dood. In mijn lobby dan, hè. Jan, wanneer Minecraft? Ik kan wel gewoon voor de grap morgen liker. Minecraft. Misschien ook wel meer gaan streamen. Sommige streams zijn leuk. Zoals Snipe Zaterdag, omdat er een evenement is. Maar. En dan kan ik ook gewoon gaan streamen dat we willekeurige dingen op YouTube gaan krijgen. TikToks. Waarom niet? Oh ja, Eva, zei het. Ik weet niet of het is. Zou iemand een bericht? Ja. Had het echt mogen. Er waren veel mensen op dit niveau. Dat zullen we nu weer proberen. Ik moet zeggen, ik wil deze skin eigenlijk hebben. En dan doen we stun plus heal. Dan kunnen we makkelijker mensen uit de weg gaan. Als je de tijd vergeten. Oh, Damien. Gelukkig beter nu nog. Op 7, nou ja. Penroar. Dit is voor jou op zich een prima niveau. Wil je muziek iets zachter doen? Wat beter. Misschien moet mijn microfoon iets harder. Zo beter. Test. Maar is hij zo wel prima. Oké, ik mag tellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Met, oh jezus, 4 kerstpins. Ze komen meteen naar me toe. Guys, pak even je power-ups. Ik snap dat jullie in de buurt zijn, maar kom, pak je power-ups. Anders gaan allemaal mensen zonder kerstpins hem nakken. Dat willen we niet. Dus deze guy. Ik weet niet of je... Oké, misschien heeft wel een kerstpin. Ik neem het terug wat ik zei. Deze guy heeft wel een kerstpin. Maar pak gewoon eerst je eigen kisten, voordat je meteen naar mij komt. Behalve als je misschien een brawler bent die echt zijn team nodig heeft. Guys, pas op. Mijn beer. Kill die beer. Onze kill. Deze is die beer dood. Aan de andere kant is die beer iemand hit. Dan word ik geheeld. Dat is echt wel nice. Deze boor is goed. Moors gaat nog beter killen. Oh, die Moors heeft ook. Oké. Jezus, waarom heeft iedereen een kerstpin? Wie moeten we dan doodmaken?
Gewoon casual. Die is dood. Ik denk dat het van tijd is om gewoon storm in te lopen. Niet een redhead, het is thick. Kijk hoe lang ik het kan overleven als jullie door mijn beer geslagen worden. Blijf door mijn beer geslagen worden. Kijk of ik het kan overleven. Wauw, die Opimo killt mijn beertje. En dan is Joran zo lief en kindvriendelijk. Oh, shadows. Hey, Adriaan. Calm the fuck down, gast. Niet helemaal zo gek worden om het spel. Oké. Okay. Dat ik tegen Whitey E zei toen hij een pingwing was. Dennis, niet spammen. Dennis? Anders. Mute ik je. Ik heb nu 2 seconden. Wat zullen we doen? Zullen we weer omhoog? Ja, dat kan. Ik ga met Opimo. Opimo is niet heel ver verwijderd. We doen 7,75. Of 7,70. Ik ga af dan. Vanaf 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo, thanks for the magic letters. Het zijn magic letters. Het is waarschijnlijk hetzelfde als het hoogste. Let's see. Yo, Luan. Ziek nou. Dit is een playlist 2 steps from hell. Oké, gaan we meteen midden rushen? Zou het verstandig zijn? Nee. Valt mijn beeld weg? Ja. Heb ik lag? Ja. Gelukkig heeft deze Tara me niet gekillt. Dus ik mag wel een beetje mijn power-up. Niet gaan draaien, Carl. Je gaat dood. En deze El Primo is boos op mij. Ik kan deze Frank meteen killen, ik weet niet wat... Oh, ja, shit. Oké, boek hem. Frank, nou ga je krijgen ook. Maar dood, juist. Nee, meteen, nee. Carl. Nu moet ik die Carl doodmaken zonder dat ik zelf geslacht word. Moeilijk worden. Oh, mijn teammate die kwam in de buurt van... Ja, dat ding is die boel, daarom moet je altijd oppassen. Die boel, die had helemaal geen kerstpin. Dus onze teammate die kwam in de buurt van de boel. En de boel had geen kerstpin. Dus mijn teammate ging dood. Maarten. En Coco. Zijn er mensen die backstabben? Die backstabben? Ja, ik heb geen idee. Ik was die Jackie. Ik zal even terugkijken. We waren met Gangster. Die ging in het begin. Mr. Nielsen. Dood. Wacht, is Sio Niels dan inderdaad niet een YouTuber? Ik zal even kijken. Sir Nielsen. Sir Nielsen vooral staan. Oh, dat is die guy. Die heeft al een tijdje niet gepost.
Heb je nog steeds? Ja. Ja, zie. Het lijkt gezegd dat je mee komt snijpen, gast. Twisty guy. Zullen we weer op 800? Ja, deze keer met Jean. Wegpush en extra damage. Heel handig. Oké, hoeveel delay zit erop? Als het goed is zie je het staan, ready bij 4. Dus die delay is ongeveer 4 seconden. Op TikTok gek genoeg korter. Op TikTok is het 3 seconden. Normaal gesproken is je op TikTok veel langer. Maar nu 3. Wat we gaan doen. Als we 66 likes halen. Dan gaan we diezelfde keer. Gaan we dingen doen. Gaan we op. Met mijn Leon. Niet per se op 850. Maar het komt in de buurt van 850. Zolang je boven de 800. Tussen de 850 en niet boven de 800 zit. Dan zit het zalig. Op 800 niveau kan je makkelijk met 50 trofeeën. 25 trofeeën. Heel. Vanaf 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Hi boys. Span in de buurt van een Shelly en een Ems. Die Ems hoort hier bij ons, ja of nee? Ems is gevaarlijk om mee te gaan kloten. Aangezien die kan hiden achter de box. Ik ben al primo in onze buurt. Probeer met een fat finger. Is. Oké, een beetje uit de buurt blijven. Ik heb vette klauwtjes. Zo even maar mijn handjes afvegen. Een billendoekie. Ik fat finger. Ik heb al vandaag mijn gadget gefat finger. Primo, get back. Als iemand me super kan geven, kan ik misschien iemand erin. Huh? Met iemand heb ik het natuurlijk over. Wow, pas op, die super! El Primo, je gooit er niet in het midden van je team. En Shelly met super. Bro, hoe zo fuck dat nou weer? Tuurlijk gaat er dan iemand dood. Meerdere mensen. Dat was misschien niet de meest wijze keuze van onze El Primo. I don't know, ik weet niet waarom hij dat heeft gedaan. Noah die zit een brawl ball in zijn eentje. Dat is ook niet. Het is Milan, Georgie zitten bij elkaar. Kano Boy wordt gekild door LOL. Gaat vol op LOL in, wordt neergehaald. Dat is jammer. Voor Georgie en Milan de banaan. Nee, was het. Ik was die Shelly. Oh, Figo. F. En stijle BS. Doe even een screenshot in de recording. Wie oh wie? Wie was deze El Primo? Waarom gooide je die? Shelly met super. Santiago. Misklikte, sorry boys. En dat was jij, Sampoe. Aha. We zaten met Thomas. Oh, Thomas zit in dat team beneden. Met die sniper guy. Ego was gekild. Deze cute joker werd erin gegooid. Sampoe. Oké, okay. Zullen we nog een keer, want op 800 niveau werkt het zich wel oké. Ik ga even een billendoekje pakken. En ondertussen met Jean nog een keer klaarstaan. Iemand de banaan in. Wipe that screen.
nice and clean. Oké, zijn jullie ready? Dan tel ik je weer af. Er is geen code, gast. We gaan solo. Dus vanaf 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Okay, en deze keer gooi alsjeblieft geen Shelly's met super in witte. Nee, ik niet. Het is niet. Geen verstandig plan. Oké, okay, ik weet niet wie er bij mij zit. Als je je doos hebt gepakt, ik zit linksbovenin. Heeft deze gedaan, denk ik niet. En nog een Tara. Ik zie veel meer. Oké. Aan de andere kant is mijn scherm nu zo droog dat het heel moeilijk is om frictie te krijgen of om te lopen. Dat is nou een heel verstandig plan als jou. Nee. In de buurt blijven ROM. Heb ik het overleefd, maar het is wel gevaarlijk. En dit is dus nog gevaarlijker wat ik doe, maar af en toe moet ik om mezelf even chat lezen tussendoor. Ze weet het, Kiri. Het ding is, haar gadget is heel effectief tegen mij. Mijn gadget is per se heel effectief tegen mij. Outrange ik er wel. Wow, 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 nieuwe Jan. Nieuwe Pino. Pino een beetje laat. Kijken. Hoe bedoel je nieuwe ik? Ik moet wel even binnenkort naar de kapper. En ik wou eigenlijk naar de kapper gaan. En toen heb ik me laten testen. Voordat ik naar de kapper ging. En toen bleek positief. Eén kappertje. Heel even nog in lockdown. Dan kan ik naar de kapper. En we kunnen wel wat lachen doen. Ik zit ergens aan te denken. Als ik nu toch wel lekker een corona-koep heb, kunnen we wel wat grappige kapseltjes proberen. Niet per se live. Of per se. Tara, 10. Nee. Okay. Hopen dat er nog steeds iemand is met kerstspin in de buurt. Oké, okay, deze. Nee, dat was niet verstandig. Nu komt deze guy alleen maar bij me in de buurt. Om mij te killen. Guys, je krijgt geen punt als je mij killt, kom op. Afstand. Fuck off. Fuck off, Morris. Waarom moet je me hebben? Ik zeg toch, je krijgt geen bonus trofee als je me killt. Stop. YouTube, na deze pot. Ben je Spurgeon Ultra Necromancer? Die beat, wat? Oh, het is een nummer. Hoe laat ga je live? Oeh, meneer Vuurwerk van Hof, ben ik niet. Niet al te laat. Kijken. Wat gaan we doen? Beetje solo, uiteraard. Hebben we 66 likes? Ja, we hebben 66 likes. Oké, cool. Yo, koffiekan! Theo. Machine had mijn gebackstabbed, ja? Okay. Is het beschuit? Ja, beeld. Ik weet niet, het beeld valt af en toe weg. Ik kan als goed is binnenkort een nieuwe telefoon krijgen. En dat is helemaal top. Dan hoef ik dus niet meer te kloten en met dit kastje. Want de enige reden dat ik dit hele kastje heb, is omdat er een bepaald systeem in mijn telefoon ontbreekt. Het is een geweldig goede telefoon. Voor een oké prijs. Maar er ontbrak wel iets. We gaan met Leon redden. Mocht het zo zijn dat je niet iets hebt boven de 800, ruim boven de 800, kan dat. Ga dan op 750. Mocht je geen 750 hebben, dan op 700 kan, maar het liefst op 750. Ga dan natuurlijk niet iets wat heel makkelijk neer te halen is, zoals. Noem het maar op. Ga iets van een Shelly, Tara. Je boos zou kunnen.
Maar in ieder geval iets lief wat makkelijk neer te halen is. En waar je nog een beetje normaal ook solo met zo'n beetje kan spelen. Dus. Gaan we nu proberen op hoger niveau. Ik ben met Leon. En een kloon. Ja, kloon mag ook niet uit zo'n groot team zitten. Oké. Ik tel hem af. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Een dure auto erin. Nee, kijk. Doe niet zo onbekoop, Process People. En sowieso, als ik ga trouwen, waar de kans klein van is, ik ben niet van plan te gaan trouwen. Van een relatie aangaan, maar niet per se trouwen, want waarom zou ik gaan trouwen? Wat leeg. Jan, Luca. Iemand? Oh, Kerstpin! Kerstpin, boys! Let's go, grijp lekker onze kisten. Zijn ze voor mij, nee, ook iemand is voor jou. Ook nog eens gratis, super. Kijk, dit is nou misschien één van de weinige dingen wanneer, die andere is... Oh, nog een keer! Oké, een heel primo army. Een heleboel mensen die hebben dus... Dan moeten we nog passen. Oh. Ik ben bang voor deze boer. Ik weet niet of hij een kerstpin heeft. Nee, die boer heeft geen kerstpin. Kill boer. Kill de... Oh. Ik moet zeggen... Dat was dom wat ik deed. Want ik rende deze bosjes in. In de buurt van deze bosjes. Zonder te weten wat ik in de buurt zat. Dat is zomaar fataal voor mij af. Gelukkig. Gelukkig. Nee, ik heb 7-4. Ik weet niet of die Shelly belt. Ik vind hem maar al te gevaarlijk. Nee, ze hoort niet bij ons. Oh, mijn beeld valt er helemaal van weg. Hey, Anu. Hey, Anuar. Anuar. Oké. Maar ik heb even wel een leuk kapsel dat ik kan gaan doen. Je hebt dus verschillende kapseltjes. Je hebt de... Dit noemen wij de Mattie. Die had een vader van een vriend van me. Beeld is weer terug. Hell yeah. Dat noem je de Mattie. Dus had een vader van een vriend van me. En dat is... Een beeld wat gedisconnect is. Nogmaals. Pipo, stop met proberen mij een huwelijk aanzoek te doen, oké? Okay? Weet je, die kabel te masseren. Werkt. Een sensuele vinger. Kabeltje masseren. Niet zo blij mee. Maar dat noem je de Mattie. En dat is als je dus... OG Ronaldo haar. Please. Wat is OG Ronaldo haar? Hoe ziet dat eruit? Maar in ieder geval de Mattie is dat je dus de bovenkant eraf haalt, dit. Dat je dan de zijkant al lang laat groeien. Dus dan heb je zo'n... Wacht even. Dus moet je in je hoofd, moet je je voorstellen dat dit kaal is? Dit is weg, oké? Okay? Dit is weg. Zie je dat het kaal? Dat dit dan allemaal lang is. Dat dit het enige is wat er zit. Jezus, de zijkantjes zijn lang. Dat is de Mattie. Dat zou kunnen. Aan de andere kant is het tegenovergestelde eigenlijk van de Mattie. Is juist de zijkantjes hier kort en een mallet. Dat ik mezelf om laat zetten naar een mallet. Met een opscheer uiteraard. Mallet met een opscheer. Wat oprecht best wel cool is. Daarmee mezelf rondlopen. En wat andere dingen zou ik ook kunnen doen. Maar ik wil een mallet. Dus ik was een in. Kaal. Maar ik ga wel heel kort. Dus heel mijn Shelly verkopen, dat is wel goed. Oké. Wat zullen we doen? We proberen wel met Shelly. Shelly werkt vrij goed. Op 800 niveau en daarna gaan we weer lekker naar beneden. Beetje Einstein-achtig. Maar haar nu. Wat als ik het zo doe? Jullie gaan alvast ready staan op
op 800, iets hoger. Eruit. Ik zie het ook met dezelfde delay als jullie. Heel raar. De zijkanten moeten meer omhoog. Meer volume. Binnenkort lekker naar de kapper. Dan doe ik het gewoon heerlijk kort. Prachtig. Oké, ik ga hem aftellen. Vanaf 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De mattie was een beetje Einstein-achtig. Oh, de mattie. Dit omhoog en de zijkant en die kant. Eindje had ook wel een gek kans. Maar ja, ik ga je tegen hem doen. Hij heeft allemaal gekke formules uitgekomen. Zwaartekracht ontdekt. Space and time. Hij zei ik al voor iemand zijn haar. Die zoveel belangrijke dingen heeft bedacht. Niet. Maar ze had de mat die kunnen hebben. De hele bovenkant kaal. De rest kort. Iemand dat boeit? Nee. Yo, Grom! Grumpy boy! Kom Grom, haal die El Primo neer. Deze vervelende El Primo, je hebt je super. Heb je hier een voetbal El Primo? Dan heb je de Max. Max weet niet hoe we ermee zit. Oh! Ah! Wat ben ik dom, gast. Ik was, nou ja, dom. Het was een beetje uit paniek. Ik ging te snel. Ik handelde er iets te vlug. Kerstpik. Raad super, dash, boom, boom. Heb je dash niet zoveel zin meer, hè? Deze El Primo, met 6. Yo, spin, spinny boy. Hard. Dit is 7, met deze guy erbij. Dus nu moet ik alleen nog deze verrassen! Die guy hoorde niet bij ons. Deze El Primo weet ik niet. En ik weet... Oké, nee. Hij heeft de verkeerde pin. Ik heb net één keer kerstpin zien doen, maar er zijn dus ook wild vreemde mensen die kerstpin doen. En als je deze... Okay, guys, als jullie kunnen helpen. Deze guy neerhalen. Hij heeft een mooie skin, ik weet het. Maar alsnog... Nu is hij fucked. Ik ook, maar dat boeit niet. Want het gaat niet om mijn trofeeën. Het gaat erom dat die guy dood is. Alles wat hem draait. Jesse, hoe heet die Shelly die dat deed? Sample? Niet. Daarmee schelden. Jan, ik ken Lars en ik heb iets gehoord. Wat heb jij gehoord? Hey, trouwens, ik ben klaar met mijn 200 push-ups op een dag. En ik moet zeggen, 200 push-ups op een dag is minder effectief dan gewoon normaal sportschool. Ik raad nog steeds. Ik had de progressie een beetje gekeken en het zit er zeker in. Alleen een van de problemen wat je met 200 push-ups zit, is op het moment dat je wil groeien, en je wil spiergroei, dan ga je vaak op hypertrophy trainen. Plus... op progressie. Dus je wil steeds een stapje zwaarder. En hypertrophy. Train je vaak tussen de... Dit is wat je vaak hoort. 10 tot 15 is ongeveer hypertrophy. Daarom gaan een heleboel mensen vaak op 12 zitten. En ik doe 50. Dus... Rijd je weg. Oh ja, Raichu, ik zou naar de supermarkt gaan om te kijken voor kaarten. Alleen, dat gaat nu op dit moment lastig. Maar zodra ik uit quarantaine ben... Kijk. En het heeft 1000 kansen. Ik ga wel met Frank. Dit niveau. Zodat... Ja, Whisper is prima. Ja. Ieder.
Meme Hub. Ja, goed, ja. Eén keer snijden. Oké. Ik tel hem af. Ik ga hem aftellen. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Lekker Frank. 2 van de 10 op een hele lange tijd. 4 van de 10 op een lange tijd. En nog een schitterende voor. Ik zou kunnen dat de delay dan niet perfect klopt. Maar, span naast. En. Nou ja, oké. Dat is niet heel ongebruikelijk. Shelly die komt meteen op mij af. Shelly, pak eerst je kisten, gast. Dat biedt meteen op mij af. Waarschijnlijk heb ik hem niet kunnen raken. Tenzij ik het zo doe. Maar naar backstab. Die Shelly, ik dacht al, die Shelly is best wel dom. Want ze gaat niet eerst de kisten pakken, maar ze komt meteen op mij af. Dus dat verklaart. Van die Shelly. Backstab. Waar? Is die kabel nou verdomme? Ready bij hoeveel? Bij 4. Het is goed dat zij dat gepint. Dus zij het kunnen zien. Tenminste in de chat zij het kunnen zien. En Bult is weer terug. Teamen? Doe teamen mee? A wolf is god. Oké, ik zal hem bijna. Het zijn veel mensen die backstabben op dit moment, of niet? Dat is wel jammer. Als er veel mensen blijven backstabben, moet op een gegeven moment slime samen. Dus het zou vervelend zijn. Ik moet andere dingen gaan bedenken of zo. Ik wil ook, morgen wil ik dan wel, zou ik Minecraft kunnen starten. Of Among Us. Alleen Among Us is lastig om te livestreamen met mensen. Maar dan zou ik moeten livestreamen samen met vrienden. Anders zou iedereen me kunnen streamen. Haha, guys, Jan is de imposter. En te veel mensen backstabben. Ja, jij zegt ook aan mij. Het zou heel jammer zijn, maar dan snijft zaterdag niet eindigen. Wie zat er bij? Nee, niet straks buiten. Zit er buiten? Was het überhaupt een nevel? Goed om. Ja, dat is goed. Kijk eens. Ja, we kunnen wel een potje op 850 in plaats van de kamer. Deze. Okay. Deze. Report, ben jij dat je een gangster? Je report is verwijderd. Uit Discord. Als het goed kan je het zien staan. Jelte kan aan het backstabben. Nee. Jelte. Dat is jammer. Jelte was gestopt en ik kwam weer mee laten doen. Er een tijd delay erop. Bro, waarom heb je een hakenkruis als profiel gehad? Misschien moet je dat eerst gaan verwijderen. Stap. Kijk. Ja, spam eventjes iets spammen. Laat even weten welke trofee je niet wil. Even kijken.
gewoon binnen het is. 850 zie ik nog ook. 57. 75? Het enige wat ik in de buurt van 75 is Lola. Oh. Ik heb nu echt achterlijk veel lagen, guys. Lola, Grom, Mac, zometeen ook nog Fang. Morgen de level 1. 58, ik zie 58. Heel goed. Deze. Ik ga aftellen, we gaan 58 proberen. 2,8. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. We kunnen zo meteen wel een ander ding doen. Ik ben best wel 7. Thanks. Maar, voor nu komen we nog een potje 8,5. Oké, zit er in de deur. Hey, iemand. Zo, dan zien we. Pak je kisten. Niet op mij, pak je kisten. Niet mijn kisten, pak jouw kisten, gast. Ze zitten daarboven. Ik word dus door iemand anders genakt. En ja, nu zijn ze door iemand anders genakt. Niet handig. Voordat je naar mij toe komt. Ik weet niet of deze ook prima bij ons wordt. Die wordt wel bij ons. Oké. Guys, en nu midden. Want een of andere Leon gaat in het midden. Oh, die heeft ook. Oh, die is ook bij ons. Oké, gelukkig. Kijk, deze guy snapt het. Hij pakt eerst de kisten, daarna komt hij naar ons toe. Hier nog een guy. Beneden. Op. Je zou hem kunnen grijpen. Die kant op. Niet deze kant. Het ding is wel, als hij op me duikt, dan moet ik hem echt boeken meteen. Ik kan een deel van de duik blokkeren. Dat is super. Hoort deze... deze guy bij ons? Anders moeten we hem doodmaken. Yo, Gale, drop die kerstpin, gast. Laat ons even weten. Let us know. Want een Gale is op zich ook... Nee, Gale! Hoor niet bij ons, kill hem! Kill die Gale. Ik ben scheef. Gelukkig gaat die Gale nog dood. Ons... I guess not. Ook niet. Ik weet dat hij hier zit. Dan moet ik zeggen dat er zit iemand anders hier. Nee, in de bosjes. Bij ons gelukkig. Dat is Leon. Oh, die Bibi is neer. Nice. Hier die juiste. Primo. Oh, oké. Onze guy heeft overleefd. Kom allemaal. Nee. Hey. Hoe kun je? Oké, kom in het midden. Kijk of iedereen leeft. Want volgens mij is het nu alleen nog maar kerstpin. Volgens mij is dat correct. Oh nee, deze guy niet. Oh, Leon, hoe kun je? Hoe kun je? En nu is het dus... Op zich is het wel een tactiek. Nee, ik heb het gecanceld. Ah ja. Je bent gebackstabbed door een kerstpin. Hier zit jou op de OP. Dat is de infamous backstab. Ah, wat zeg je in de chat? Backstabber. Een andere jou kan ik backstabben. Ik heb een copycat. Een copykiller. Nou, die heb je ook in die crime series. Die copycat killers. Ah, van bijvoorbeeld Hannibal Maal of andere mensen. Die wij nu ook. Jelte is uit jouw club geliefd voor snipen. Dus waarom zit Jelte in je club? Zeg het, dit is een backstabber kicker. Oh, Sander! We zaten met Sander. Poepiepan. Je domme moeder. Oké, dat is denk ik wel een Nederlander. Ik vermoed het. Dit is iemands tweede account. Hoge LP. Ik, Sander. Sander. Toxic. Great kid. The best. De guy die in het midden al zijn parks heeft gepakt. Slim. En we hebben Pepsi Pan. Nou. Dan. Jesper. Ja, cool guys. De Dean. Zeg dat je erin zit.
Mohammed en Timus. Best. Oh, dat is die guy die ons wil joinen. Aha. Ja, aangezien Club Wars nu toch... Mensen die spelen gewoon Club Wars. Ik weet niet wat dat is. En ik heb geen zin om dit te zeiken. Met, oh, guys, kom Club Wars spelen. Kom Club Wars spelen. En zoals Brawl Ninja, die heeft maar 6 gehaald met 4. Ik weet niet, ik wil niet dit gaan zeiken. Guys, kom Club Wars, kom Club Wars, kom Club Wars. Als niemand van de club er zin in heeft. Ik heb mezelf ook geen Club Wars spelen. Tenminste, ik doe het wel. Want ik koop namelijk shit met Club Wars. Deze dingen. Plus die. Geen skins. Ik wil al die lager niveau guys omhoog brengen. Dit is een hele goede manier ervoor. Steeds deze en deze keer. Ja, we kunnen. Ja, we zouden 8,50. Maar we gaan eerst nog een potje op 7,50. Probleem. Kan wel. Moet wel uit de buurt van mensen blijven. Recharge, nee, gewoon extra games. Okay. Tel ik hem af en daarna kunnen we wel 850 nog een keer proberen. Voor iedereen met zijn El Primo's. Ik denk dat de meeste mensen wel een El Primo hebben. Zo niet, totdat je de volgende snipe zaterdag nog klaar is. Best wel. Oké, okay, wacht. Oké, okay. 10, 9, 7, 6, 5, 3. Oké. Hey. Over 2 minuten moet ik het wel spelen. Een zachter. Ik dacht dat de muziek al een stuk zachter was. Klein tikje minder. Oké, pak eerst je kisten. Dan lekker naar Jan. Ik moet oppassen, want de moorders zou mij makkelijk kunnen killen. Een Nani. Vermoedelijk een Nani. Ik zie het af en toe wel in solo. Het is ook perfect. Burn. Burn the fucker alive. Kill him. Kill him. Oké, okay. We zijn hem aan het openmaken. Oké, okay, nu moeten we naar het midden. Ik weet dat er een Rosa in het midden zit. En Rosa kan... Ja. Meerdere Rosas. Ik heb deze M's. Gelukkig heeft deze M's een slow. Slow is heel chill. Wat ik ga doen, ik ga mijn gadget hier gebruiken. En via mijn gadget kan ik hem supercharger. Heb ik me super lekker in het midden. Niet geconnect aan mijn gadget, als ik mijn gadget zo meteen niet meer. Langzaam midden open. Ik zou super geven. Nou. Oh, Nani, wacht, heb jij shield? Dat is wel verstandig in solo, shield. De shield heb ik ook heel makkelijk met super charge. Shield. Nu op midden. Rosa. Oeh, geraakt. Een keer. Oh ja, die Nani. Kijk. Easy supers, let's go! Thanks, gast. Dan halen we dat ook weg. Ik moet een supercharger. Mijn gecharged. Safe, mooi. Die moet bij ons. Dan moeten we alleen nog op zoek. De Rosa zit hier met 8. Club wordt lekker op een 10. Maar we hebben hier nog. Anders in de buurt zitten 6. Nee. Die moord is alleen nog en die is dood. Oké, okay, guys, zoek het uit. Zoek het uit. Die ik in de fik gestoken heb. Maar GG. Boys, we hebben het gehaald. Ik probeer 100 keer te komen. Dit AK. Probeer dan, als het echt niet lukt, zou het kunnen dat er een klein verschil is in de delay. Ik vind dat jouw liever dan eerder slechter is dan beter. Want die van mij is een prachtig taal. Het is wifi. Want ik check de delay via mijn PC. En die is dan waarschijnlijk sneller dan wat jij hebt. Kabel, dus niet heel veel schelen. Ik zou proberen dat de delay iets aan kunnen passen, dat je in plaats van op 3 ready gaat, je software niet beter gaat. Het zijn op 4,5. Een klein beetje mee in spelen in half seconden gaan. Try Pro. Als je geen kerstpot doet. Ik zat met een bot. Een Frans. Met Ninja Move.
We zitten met Tobias. Hoor ik Carrie bij ons? Misschien wel, geen idee. Milan, Brendan, Mootje, Tobias en ik. Oké, zullen we op 800 proberen, dan 850. Nu op een nieuwe map, by the way. Eens even kijken wat voor nieuwe map. Duistere fantasieën. Oeh, lekker, lekker open. Ik heb een heleboel mensen, net zoals mijn crow. Want minder damage. En slow. Ik denk dat op 800 niveau dit nog goed zou kunnen. Want het scheelt niet heel veel. En iemand, Bowie, die zegt in mijn chat, ik ben aan het... Het is raar om tegen mij te zeggen. Ik weet niet of iemand andere mensen dat ook ooit hebben gehad. Ik ben wel eens gebeld door mensen waarin het lijkt alsof ze aan het zijn. En dan bellen ze op en dan... Ik weet niet wie dat nog meer heeft gehad. Misschien dat ik de enige ben. Ik heb dat wel eens gehad. Een paar keer zo. Sampoes op rechts. Ga niet op 7, maar net op 7. We kunnen zo meteen weer. Ja, echt goed. Ik heb ook ooit één keer gehad, maar dat is in de tijd dat ik nog dronk. Dan had ik ging ik dan vaak uit met mensen. Pers in het eten, gewoon hele vrienden. Nee, samen uit. Een heel bijzonder. Eén halve, één drie kwart, een hele. En toen kwam ik thuis. En ik zou toch zweren dat er iemand in mijn bed lag. En dan zou die nacht wel iemand bij me blijven slapen. Maar er lag iemand met blond haar in mijn bed. Toen ging ik er later en mijn voordeur stond open toen ik thuis kwam. Wat raar was, maar niet heel raar, want er waren allemaal mensen ook in de buurt van mijn huis. Dat is een beetje een feestje. Maar er lag iemand in mijn nest toen ik terugkwam, niet meer. Vreemd. Ik lag gewoon heel volledig te pitten. Ik weet niet wat diegene had gedaan. Chick was of een meisje, ik weet het niet. Ik kan me er niet heel veel van herinneren. Maar ja. Vaag verhaal. Ik ben niet vermoord die avond. Dus... Ik zal me aftellen trouwens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Hey, Ties. Kano boy, nee, dan was het andersom geweest. Dan was ik het slachtoffer en was zij de alibi. Ben ik fucked, gast. Ik zou het niet eens kunnen. Spike. Spike, is dat mijn Spike? Is dat jouw Spike? Is dat onze Spike? Communistische... Hij gooide net goed! Hoe predict hij dat ik precies die kant op ging? Is het heel gek? Nee. Erika is... Wat bedoel je Erika? Van het nummer... Eines Fügelein. En dat heißt... Erika. Die of niet? Nieuwe mais. Mike. Nee, geen nieuwe mic. Klinkt het beter? Wat voor zin klinkt het beter? Misschien klinkt mijn stem beter omdat... I don't know, ik een beetje ziek ben ofzo. Zou dat kunnen? Even was even weg. Ja. Please, gun me. Weet je wat we kunnen proberen? Nani op deze zo, oké. Iets. Zaten. Even kijken. Is het gestopt? Milan, Gummy is nog bezig. Een keertje duo snijden. Ik vind het minder handig. Het zou kunnen.
Een duo sniper is handig als je het op hoog niveau doet. Ik kan vrijwel zeker zeggen dat iedereen in de chat hetzelfde weet. Want dat is waar. Dat was je. Eigenlijk door, ik denk, meer dan 50% van de bossen. Het is niet per se een beleging naar Lasje. De meeste van de mensen die er werk meekijken, de meeste hebben gewoon hun gevoel. Maar ook als je hem helemaal snijpt, minimaal. Ja, dat is niet de enige manier waarop je mee kan snijpen, als je een beetje mee kan snijpen. En Lars is niet altijd wel. Iets nog zachter. Ik dacht dat hij al zacht stond. Lijkt me niet. Ik zou mezelf ook al wat harder zetten. Oké, okay, gaan we op 58 proberen. En daarna kunnen we weer op 57. En dan gaan we op het even nog even minigames. Dan ga ik rond half. Of praat hard. Ik zal de microfoon ietsjes dichterbij doen. Het is heel fijn dat ik wil. Maar, is het open zien. Het is niet het grootste probleem. Okay. Ik kan met Dionne. Oké, okay, ik ga hem aftellen. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boys, het duurt lang. 6 van de 10. 7 van de 10. Vermoedelijk zitten we sowieso met een aantal kerstpins. En als aangezien ik Nani ben op deze long range map, is Nani iets beter op deze long range map. Maar, morgen toch member live. Ja, onder andere. Ik wou eigenlijk Minecraft gaan doen, alleen blijkbaar heb ik de meeste van jullie Minecraft. Ik dacht ook aan met members Among Us live te doen, maar dat is eigenlijk ook onmogelijk. Ik zit met Pam. Onze Pam. Moedelijk. Hopelijk. Pammetje. Niet anders. Ik heb een hit. Pam. Max. Moeilijk is om te raken. Spin. Spin to win. Nou, als iemand in mijn potje zit met 9 mensen, waar net een bolt is vermoord, kom helemaal naar rechts. Daar zit ik. Zit je niet? Niet. Deze Pam even op range gaan pakken. Dat zou lekker zijn. Gouden Colt, chill. Die valt eraan. Andere Colt valt mij aan. Gouden Colt komt naar mij toe. Hit hem dik. Hit hem hard. Hit hem vies. Hit hem bruin. Gaan we deze guy killen? Ja. Yeah. Hun. Oh, tuurlijk. Goud en zilver teamen met z'n tweeën. Hoe kan het ook anders? Had ik het anders verwacht? Nou, niet echt. Team in de Colts. Ja, en Colts nog vrij goede knokker ook. Dat is wel een probleem. Oh, met z'n... Oh, oké, okay, met z'n vieren knot. Colts. Tuurlijk, kom met z'n alle op één Nani. Dat leuk. Hey, ik krijg geen trofeeën erbij, maar ook geen trofeeën eraf. Tenzij ik een van die Colts weet te killen, maar moet ik ze in één keer mooi raken. Ze zijn allemaal bang. Het is niet alsof ik in mijn eentje vier van jullie ga bossen. Ik bedoel, het zou kunnen, maar die kans, ik schat hem vrij klein.
Aangezien ook mijn gadget niet ingesteld is om met colts te vechten. Nee, nee, nee. Dat bedoel ik. Hé, hey, wel derde. Oh. Niet slecht. Niet slecht. Ik had je video... Ik had één van die video's wel gezien. Die nieuwe denk ik nog niet. Naar Jan zijn kanaal en wordt lid. Dat mag het. Vandaag zelfs. Jij ook niet? Nee, ik ook niet. Ik denk dat de meeste mensen op 8,50 wel uitgesnijd zijn. Dat we die in een ander potje hadden. In deze. Boxik, Sander. Je domme moeder. En al die mensen. Dus. Strijder. Chinees tegen Boxik is echt een strijder. Ja, deze guy. Ja, ja, ja. Hij zat ook bij ons in het potje. Zie je waarschijnlijk ook met jou. Right, dan gaan we eventjes op een lager niveau. Zullen we proberen? Ik kom met Piper op 7,75. Hoop uit deze twee sterren. Dus morgen een livestream, ja. Morgen een livestream voor alleen leden. En we hebben op dit moment nog geen 9 leden. Als we wel 9 leden hebben, kunnen we bijvoorbeeld Nani race. We kunnen wel nog steeds Daryl race. En misschien als iemand een andere, een van de members, minigamer heeft, die kunnen we ook spelen. Oh, jij bent toxic, Dennis. Serieus, Dennis? Ben jij toxic? Oké, dan heb ik even goed. Oh, je kan nog geen, geen ding sturen. Ja. Hoe word je lid? Eerst geabonneerd zijn. En dan als het goed is, zie je in plaats van abonneren, zie je echt lid worden staan. Als je kijkt, je ziet er bij Dennis, dan krijg je zo'n ding achter je naam. Hetzelfde bij Eva. En dan kun je een aantal exclusieve dingen krijgen, zoals livestreams. En een gratis invite voor een minigame. Eva nog even. Dennis en... Ja. In ieder geval, voor nu. Schrijf zaterdag nog verder. 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Let's go. Ik was die Lola, bro. Cool. Okay. Doet clubleden toch, Jan? Nou, Nathan Boss? Nee, niet helemaal. Nee. Oké, okay, ik zit in de buurt van een BB. Een BB kan vervelend zijn. Tenzij ik... Oh, oké. Okay. Tenzij is natuurlijk een... Ja. Een ander verhaal. Thanks voor de... Ik heb volgens mij trouwens een verkeerde gadget, of niet? Wacht daarvoor. Nee, verkeerde star power, ja. En een verkeerde gadget. Kijk straks uit bij mijn video, Jan. Milan, als je me getagd hebt, ik zal hem even kijken. Morgen toch Among Us. Ja, ook. Ik heb niet echt gecheckt of hij een cashpin had, maar hij was gewoon een beetje langzaam. Prima dood. Hier heb je in de buurt een Gale. Dat zijn nog niet. Oké, okay, gepopt. Die Max had het bijna. Is die voor mij? Oeh, dan kan ik mensen makkelijker snipen. Dankjewel, Bibi. Even de chat lezen. Ik heb even mijn G9. Sample only member stream. Sampoo only member stream. Ja, alleen Sampoo. Deze keer staat ready. Pas op voor die. Is dood. Voor zeker weten we niet dat per ongeluk die Max overlijdt. Alleen om een gadget te besparen. Dat kunnen we natuurlijk niet om ons geweten stellen. Max, wat doe je? Why? Why you do that? Waarom doet deze Max dat, gast? Ik dacht dat hij bij ons hoorde. Killt hij zomaar onze Bibi? Oké, laat maar. Deze Max is een backstabber. Het is jammer, want ik, het ding is, die backstabbers die verpesten het echt. En Snipe Zaterdag is heel erg leuk, want het is een van de weinige... Ja, oké, okay, Joyce, stuur me eventjes een DM op Discord. God, joh, dus. Het is jammer, want backstabbers die verpesten Snipe Zaterdag dan echt... langzaamaan. En Snipe Zaterdag is een van de weinige manieren waarop je een beetje iets kan doen
tegen het teamen en wat Solon nog een beetje leuk maakt. En er mag genoeg zijn de mensen zoals deze dingen die het verpesten, deze Max. De Max die de shots auto-aimt. Oh, ze had ook tegen 1000 guys. Tegen een heleboel. Zoals deze Pam, die had 1000. Zie je maar hoeveel het verschilt. Ik... Die hoge guys. Ik weet niet of deze guy bij ons hoorde. Misschien ook niet hoor. Misschien hoorde ik hier helemaal niet bij ons. Zijn ze langzaam begonnen met kerstpin. Moeten we een andere pin gaan doen. In plaats van... Kerstboom. Moeten we erbij zijn. Zou kunnen. Dus moeten we evolueren in de pins die we gebruiken. Wat kan je ook doen is morgen een stream dat iedereen kan kijken. Dat alleen members kunnen joinen. Nee. Ik moet zeggen, ik ben wel nog steeds bezig met het editen van een video. Dat we een minigame gedaan hebben. Dus als ik die minigames ga posten. Die minigames is Deathrun. Dan... Dus speel ik die alleen met members. Daar was jij toen nog niet bij, want toen was je nog geen member. Dat is echt een tijdje geleden. Dus best beter. In ieder geval, dat was ik. Oh, dat was Dioni. Die was helaas gekilled, maar ik was wel lekker bezig. Ik span hem meteen naast me. Wat vind je van Eend? Eend heeft een maxed out account. Check dit. Hier, kijk naar Eend. Kijk dit, gast. 11. Hij heeft nu Fang al level 11. Dat is door die 100, man. 140 boxes, check dit. Behalve Pogo. Waarschijnlijk omdat hij coins tekort heeft. Dat krijg je van 140 boxes. En Ash, Ash Colonel Ruffs Loon niet. Maar voor de rest is hij nu helemaal maxed out. Waarschijnlijk zijn er ook wel andere mensen. Misschien Bugkit? Nee, Bugkit niet. Maar wij misschien, geen idee. Kijk wat Specsnijder dat geflikt heeft. Nee, ook niet. Welko misschien? Nee, ook niet. Sommige mensen waren er vanmorgen op tijd bij. En die hebben dus een bijna heel maxed out account. Ik had het ook heel graag gewild, omdat ik Chrom level 11 gedaan. Dat is zwaar HP. En misschien bij. Uncle Carrie heeft nu ook fully maxed out. Ja, sommigen die hebben fully maxed out daarvoor al. Sommigen hebben het inderdaad nu gekregen door... Hoe laat is morgen member stream? Door member. Ik zal het even doorgeven. Kijk, het ding is... Ik ga op een gegeven moment live voor member en dan zie je ook een pop-up komen. Dus zorg dat je ook de bel aan hebt staan als je member bent, zeker. En ik zou ook even van tevoren in Discord met een nieuwe rol mensen erin taggen. Plus een bericht sturen via YouTube met de tag. Maar niet precies morgen. Ja, we gaan morgen ook Among Us. Maar dat is wel op stream, denk ik. Even kijken, wat zullen we nog doen? Creativity. Mixed with a little bit of energy and happiness. You put all... Boom. Right. Among Us. Among Us. Oké. Kom, we gaan. Met Jean op deze map. 800. Kijk hoe ver we hier nog mee komen. Ik tel hem af. Daarna gaan we nog over minigames. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Is het morgenmiddag, ochtend of avond? Waarschijnlijk middag. Avond denk ik dat ik nog steeds ga livestreamen. Misschien van Bonas. Met Skibi. Skibi. We hebben hier een Crow AFK staan. En die is meteen dood. Zit een kerstpin? Nee. Jammer. We gaan waarschijnlijk een heleboel colts tegenkomen. Wel vroegtijdig het midden al veroverd. Laat je idee zien. Ja, het is niet. Okay, het ding is, het is moeilijk om hem op dit moment toe te voegen. Francis is zo'n beetje voor. En. Het ding is er nog. Zoek naar mensen zonder kerstpin en die langzaam aankijken. En misschien even wat extra power-ups vergaren. Terwijl we
Oh, spinnen tegen deze level 11 guy. We kunnen hem 4 shotten. Deze Shelly wil helpen. En eens een keer naar de Shelly. Nee, wacht, die Shelly is mijn teammate! Fuck. Voor die Piper staan. Zometeen misschien nog die Piper. Aan de ene kant wil ik die powder pakken, aan de andere kant denk ik dat ze me dood gaan maken als ik die powder pak. Je weet hoe dat gaat, dan ben ik mooi in range, kunnen ze me allebei hitten. Je gaat straks mijn minigame. Daar aan deze kant, deze bro ook niet. Twee shot aan hem gewoon pop. Die Colt is boos, maar ik kan die Colt 3 shotten. Oh ja, blijf maar boos doen. Yeah. Daar deze guy niet. Hang op afstand. 2 shot ondertussen de Piper. Backstab the light. Nu willen 11 power-ups. Dat is een win voor onze Gene. Deze was een beetje legit. Maar zo zie je maar. Je moet gewoon gaan kloten. Mensen gaan backstabben. En vies gaan teamen om daadwerkelijk te halen. Daarom vind ik Kerstpin leuker. Ik vond ook weer een tijdje voor Pokémon stream. Ik moet zeggen dat ik geen Pokémon gespeeld heb sinds laatst. Ja, we gaan zo wel minigames. Sterker nog. Nu komen minigames. Met wie zaten we? We zaten met Alpha en die is dood gegaan. F. Oh, nee, geen stress. Maar je bent niet per se gebackstabbed. Da Jaran is geweest. Wat? Hoe schrijf je die naam? Hoe spreek je die naam uit? Dat is een betere vraag. Jij bent Alpha. Darian? Maar het is Iarian. Raza. Geen mini. Ja, we kunnen nog wel een keertje snipen. Daarna mini. Nog één keer. Oké, guys, laat je horen. Mag ik een beest in de chat? Als jullie nog één keertje willen snipen. 750 niveau. En mag ik een in de chat? Als je heel graag minigames wilt doen. En niet nog één potje wilt snipen. Oké? Anders wil je een beest. Een beestje, Thomas. Sampoe overduidelijk minigames. Maar Sampoe, je bent in de minderheid. Ik zie heel te veel beest in de chat. Oké, boys. 750. Oh, en ik heb het niet echt... Oké, ik heb wel Nita op 750. Maar we gaan... Ember, want Ember is beter op range. Oké? Boys. 750. Nog één keertje snipen. De laatste keer van vandaag. Volgende week weer verder. Tellen voor jullie af. Vanaf 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready. Daar gaan we. Ja, dat heb je mooi voor elkaar gekregen, Dianne. Kijk of jullie dit horen. Rugkraak. Spam met een Colt. Spinnen. En doodmaken die handel! Colt, dat is geen kerstpin! Pak je kist, Colt. Colt, pak je kist. Dan moet je je doen. De Ember. Oh, hij is vergeten. Was je niet op tijd? Of, ja. Colts. Hey, Colts! Lief dat je weer terug bent. Okay, hopelijk is er iemand met een kerstpin, anders heb ik een probleem. Op dodge. Dodge and weave. Nee! Ik leef nog. Nee! Gene, gast! Colts kan ik nog wel een tijdje dodgen. Maar als je dan een Gene hebt die... Nee!
tussendoor spam. Zodat ik niet kan healen. Ja, dan wordt het nogal lastig. Dat is ook... Die Gene is vrij moeilijk te dodgen. Wauw. Kijk, ik ben ook nog bezig. Kevin is nog bezig. Kevin. Waar is... Kevin zit hier bij Tomar, de legendarische Tomar. Burak, Crystal. Kristel. Sunset, Webshock. Kenji is bezig. Goeie imitatie van Gene. Luca, ik weet het. ze willen me... Muziek gaat uit. Ik kreeg een notice van YouTube. Dat, let op, we hebben auteursrechten beschermd audiomateriaal in je stream gevonden. Je stream kan tijdelijk worden geblokkeerd. En dat willen we niet. En ik kan ook geband worden voor een aantal dagen. Dus dat willen we niet. Dan kunnen we morgen niet live. Ik zet andere muziek op. Waar is mijn gans? Mijn gans die is thuis. Het is jammer dat ik niet meer... Aan de andere kant ook jammer dat ik niet meer thuis woon. Op zich was het wel relaxed met Toet. Toet is een beetje gestopt met mijn bijten. Er was een tijdje dat ze me een beetje veel beet. Ik weet niet waarom dat was. Maar de laatste tijd niet meer zoveel. Toen was ze wel lief voor me. Maar we gaan in voor minigames. Let's go. Niet al te lang. Paar minigames. Eva. Kijk of Eva online is. Zullen we er een invite? Zo, Eva. Eva Bouws. Nee, niet online. Oké. Okay. Even met iedereen gegaan. Willen jullie een normaal solo? Ik gooi er wel eens gewoon een stem tussen uit. Een poll. Minigames. Willen jullie nog even zo'n ronde Daryl race? Kijken of iemand eindelijk het midden gaat halen. Na die race. Normaal. Solo. Of... Laat ik zeggen 5 of zo. 5 versus 5. Om een of andere reden vinden mensen 5 versus 5 heel leuk. Ik weet niet precies wat er zo leuk is aan 5 tegen 5. Al is het wel lachen. Ik vind het niet de beste game ooit. Nee, niet Power League in Friendlies. Hey Christa. Christa, je bent laat joh. Het is 9:30. Nu kom je pas. Jammer. Ja, even. Je kan zo nog even joinen. Meester gaat naar Daryl Race. Kijk of iemand het midden gaat halen met Daryl Race. Nu is het 50 en 5 op nummer 1. Wanneer weer een stream? Morgen doen. En ik moet nog inderdaad wel mensen hebben. En voor op de Minecraft server. En oh, een heleboel gaan voor normaal solo. Oh, dat is wel leuk. Dan, maar normaal solo is zeg maar zonder teamen. Wat wel lach is. Ik heb dat al een lange tijd niet gedaan. Normaal gesproken is het of altijd teamen. Nee, dat is ook niet waar. Ik heb met die friendly matches met Shadow toen. Hier de meest gaan voor normaal solo. Hier is de code, by the way. Ik was aan het schaatsen. Oh, gezellig. Schaatsen blijft leuk. Ik wil ook binnenkort weer gaan schaatsen. Het ijs op. Ik dacht eraan om met schaatsen en op schaatsen en dan iemand anders te schaatsen in mijn handen. En dan push-ups te gaan doen met klappen. Maar toen dacht ik ook weer na van, wat zou er gebeuren als ik met mijn smoel recht op het ijs ga? En dan breek ik een stuk van mijn tanden waarschijnlijk. Maar ja, het zij zo. Oké, solo showdown, maar welke map?
is nog een beetje een vraag. Oproergrot. Zure meren. Nee, die is een beetje... Oké, okay. Donkere gang is dat echt een kutmap. Rivierdroog is ook een beetje een rotmap. Mysterieuze. Oké, okay, we doen wel mysterieuze aanraking. Dat is ook een beetje wat... is dat niet een beetje... Marco Borsato deed? Een mysterieuze aanraking. Die andere guy, Jeroen. Ook een beetje een mysterieuze aanraking. Oké. Okay. Crow. Brock zou kunnen. Is een mid-range map. En ik vind Crow leuk om te spelen. Dus ik hoop niet dat mensen me hard gaan counteren. Goede kans dat we er een flink aantal... Ik ga voor shield. En voor speed. Nee, weet je, voor damage. Weet je, we hoeven niet per se damage. Maar deze. Want de kans is groot dat we een aantal... weet je zo ook alweer? Boss tegen gaan komen. Een aantal meerdere bosses. Oké. Okay. Okay. Hier intikken. Boom. Kan ik die pinnen? De code is het nu ook gepind. Dus je hoeft niet alleen te zien. Ik heb hem ook gepind. Ja. Zit goed. En ik zet hem op YouTube. 2 seconden. Ik wil hem ook tussen doen. Boom, boom. En deze weer weg. De code staat daar. Echt in het midden. Kun je hem ook zien? Overduidelijk. Right, en dan kunnen we ready. Dan moet ik het aflopen. Maar tegen Bas is deze keer ook wel chill. Als je dan een Bas tegenkomt en hij stunt je, dan kan je vrij snel er weer tussenuit komen. Kijk, een Gale. Een Gale is ook een goede brawler. Appelboom. Voor mij is het de bedoeling zo snel mogelijk mijn super te krijgen. Dat is vaak handig met Crow om te hebben. Passen voor die stoel. Okay. Oh, we hebben een smeerlap. Die is grom. Oké, okay, boom. Okay, het gaat allemaal om de super. Zo snel mogelijk die super. Hier. Ja, Sampo. We trappen niet zo makkelijk in, Sampo. Ah, ik heb je weer. Geen healer voor jou. Tobias. Die kist die gaat zo meteen. Maar hij is niet van poison weg. Hoop dat me... Je hebt kans dat Appelboom om is gelopen en uiteindelijk dat bosje in is gegaan. Dan moeten we Sampo wel nog mooi op afstand houden. Helaas niet die laatste kist kunnen pakken. Is een beetje een fight daar onderin. Wij moeten zorgen dat we Sampo gewoon op afstand houden. Mogelijk een shield. Wanneer die op ons afkomt. Let op, hij gaat er doorheen. Ja, we zijn dood. Ik snap niet. Kijk, het ding is. Sampo, ik snap dat je er op zich doorheen ging. Aan de andere kant niet. Want het was gegarandeerde dood voor je. Want je had nog maar 2000 HP. Dus je kan door de muur heen gaan. Maar. Gegarandeerd. Nou ja, niet per se. Ook dood. Tobias, Mr. Outfish zijn aan het vechten. En met een Jean. Ik moet zeggen dat een Jean is niet meer zo heel goed in... Tobias Sam kunnen killen. Niet gedaan. Mr. Outfish heeft gekillt. Weer, die gaat voor de clean-up. Die heeft nu 5 power-ups. Gangster natuurlijk. Hoe reageert hij? In feite als we nou niet eens gaan doen. Ja, we kunnen wel zo meteen naaien. Hoe kon ik daarin anders overleven? Ja, dat is ook een goede vraag. Je zat wel een beetje als een rat in de val. Oh ja, niet mij aanvallen. Zo had je ook kunnen overleven. Punt. Wat zullen we doen? Top 3 door en de rest er tussenuit. Dus Mr. Outfish, Weirdy en Gangster door. Ik. Ik moet gekikt. Winnaar Ed. Dat is ook wel een goede. Gangster. Je hebt te veel vriendschapsverzoeken uitstaan. Dat kunnen we wel doen. De winnaar krijgt een friend request. En dus voor de rest iedereen ertussenuit. Dus iedereen kick en dan weer friend request en dan kick. Rushing ertussenuit. Gangster, die krijgt nog een friend request. Maar
te veel. Oké, nou ja, Gangs krijgt dan geen friend request. Nou, ik heb te veel vrienden. Ik heb te veel vrienden. Nee, dat valt nog wel mee. Sal, dat is mijn oppaskindje. Deze kan ik niet verwijderen. Dit ben ik zelf. Dit is mijn zusje. Dit is mijn broer. Pingwing, die is al 16 dagen niet online. Dit is de reden, dit is de manier waarop ik mensen verwijderd. Zoals K-Skip, die is al 4 dagen niet online. Als mensen te lang offline zijn, zoals Ryan. Heel lang offline. Boom. Kick. Partytime. Of Marky Boy bijvoorbeeld. Ik weet dat Marky Boy Bjorn is, maar als jullie allebei niet meer spelen. Big TK, oké, die is al lang niet online, was een vriend van me. Pot 6 is ook een lange vriend van me. En deze guy is 11 dagen niet online. Susu. Oh, Susu boy. Maar die is ook al 22 dagen niet online, ja. Oké. Yo, Shadows. Dan komt zo'n boss fight op mijn map. Je boss fight op jouw map. Hoe bedoel je, wat is boss fight op jouw map? Game mode boss fight? Bedoel je dat jij de boss fight wordt? Jou allemaal gaan killen. Ga jij Mac, pak je alle power-ups en dan gaan we je proberen neer te halen. Ah. Jij zo. Zeg wel ziek. 1v9 boss is random. Hoe, och, oké, ik wil het wel zien zometeen. Dat is wel een ziek concept. Dat we een boss fight hebben en dat je dan een mag hebt ofzo. In het midden. Oké, we gaan naar een andere map. Geen mysterieuze dingen meer. We doen wel double last. Ook wel lachen. Ik ga met Piper. Nou ja, aan de andere kant. Brock is misschien wel chillen. Brock. En met Brock is het fijn om te kunnen jumpen. Ik kan deze trouwens wel upgraden. Maar voor nu even andere gears equippen. Hier is damage wel weer fijn. Want in principe ga ik niet gestunt worden zolang ik mijn gadget heb. Adkai is ready. Gangster. Ad. Nee, nog steeds niet. Ik heb niet te veel vrienden uitstaan. We hebben James Brawler 2.0. Is dat niet een backstabber? Wacht, was James Brawler... Wacht, ik ga even kijken. Volgens mij was James Brawler 2.0. James Brawler 2.0. 2.0. Niet de eerste, maar 2.0. Ja, dat is een backstep. Oké, dan moet ik hem even tussenuit kijken. James. Wat heeft James te zeggen voor zichzelf? James. Wat is jouw excuus? James. Was iemand op mijn account? Dat maakt me geen flikker uit. Want het is jouw account, James. Is hetzelfde als... Nee, dat is niet hetzelfde. Je zou het kunnen vergelijken met... ik leen mijn auto uit aan iemand. En die iemand pleegt een overval met die auto. Het is nog steeds jouw auto. De politie komt nog steeds aan je deur kloppen. Je hebt nog steeds een probleem. Hetzelfde hier. Het is jouw account. Waar mensen op gebackstep worden. Het is jouw account. Jouw verantwoording. Oh ja, fuck jou. Appelboom, kom maar ready, gast. Iemand zat op mijn account. Ja, het is sowieso een kutsmoes. Maar... alsnog, inderdaad. Jouw account, jouw verantwoording. Yo, tegen Max. Die vonden meteen beef. Oké, Max. Je kan inderdaad mensen hitten als je in de buurt op hem. Mr. Outfish, dat is vervelend voor mij. Want Max is lastig om te raken als hij lekker speed heeft. Ja, guys, kom met z'n allen anders naar Jan toe. Allemaal in Jan's zoon. Gezellig, gast. Fuck, dit is niet nice. Oké, een van onze guys is okay. Mr. Outfish stond heel veel stil. Dat is wel heel relaxed voor mij.
dood. Dat is mooi. Ja, oh, kom ons met z'n allen naar Jan. Shadows. En fucking James is ook hier. Yo, gezellig gast. Hoe ga ik... hoe kom ik hier weg? Levend. Levend vandaan. Ja, nu kom ik... Jullie. Oké, geen... Niet deze map meer. In deze map heb je inderdaad je eigen zones. En oh, er komt één guy van rechtsboven. Oh, er komt één guy van links. En niet zomaar één guy. Er komt nog een guy van links. Oh, er komt Shadows nog aan. Oh, er komt James nog aan. Oh, er komt nog iemand aan. Je komt met z'n allen naar Jan's zone. Naar Jan's spawn. Leg uit hoe het zit met ganzenvoer zat. Ganzenvoer, dat zie je nu als het goed is aan Noah en andere mensen. Je denkt ze, je krijgt een ad. Maar je moet wel die 20 bezoeken die je hebt, moet je weghalen. Anders kan ik je niet toevoegen. Oké, ganzenvoer. Is hoe het zit als je een friend request wil. Moet je met ganzenvoer genoeg ganzenvoer hebben. Je moet je ganzenvoer claimen als je naar de ganzenvoer shop gaat. Zie je ook als het goed is ergens tussen staan in de beschrijving hoe je dat claimt. Daar staat er een korte uitleg over. En dat is als het goed is uitroepteken redeem en dan de command. Oké, Shadows is met Spike wel lekker gegaan. Even kijken. Yo, thanks iedereen dat je naar mijn spawn kwam. KT Max, Mr. Outfish, James, Appleboom en Shadows. Shadows, je krijgt een ad. Alleen, ik heb wel als vriend. Oké, gangster, alsjeblieft. En deze keer... Top 3. Weer die top 3. Weer die appelboom. Oké, de rest moet er helaas uit. James. Ja, iemand heeft dat ding weggehaald. Oké, dat is jammer. Gap. GT Max, die had meegedaan. Appelboom was volgens mij ja, top 3. Madeliefje. Had nog niet meegedaan. Oké. Niet. Ik ben klaar. Voor mensen. Niet op deze map. Wat deze map. Zure meren. Dat kunnen we wel doen. Heb je mee... Nee, ik heb niet het megadoos offer gekocht. Meestal check ik rond 10 uur. Check ik de shop. Deze keer niet gedaan. Misschien lag ik nog te pitten. Zou kunnen. Jullie mag je meedoen. Heb ik de code niet ingezet? Oh, Dominique heeft volgens mij de code niet ingezet. Oh nee, sorry Dominique, dit is de verkeerde code. Ik koos het wel nog goed op YouTube. Nu zat hij er wel op. Andere map. Andere brawler. Oké, ik ga wel met Stu. Ik moet zeggen dat ik niet meer zo geweldig ben met Stu. Ik was vroeger helemaal aan het begin van Stu iets beter. Nee, ik heb eigenlijk wel ook die andere. Niet door de muur heen gaan, maar... snelheid ding hier. Yo, mijn liefje, die had hetzelfde idee. Geen speed in de bosjes. Shadows is dit. Holy shit. Shadow is niet echt een haan uit het midden. Het zijn 3 power-ups nu. Een of andere Crow en ik zijn dezelfde map of bosjes aan het scouten. En er zit sowieso wel iemand in de buurt hier. We hebben Len. Len die weet dat ik hier zit. Oké, dankjewel voor de hits, Len. Je maakt een grap. Wow, fuck. Ja, ik was chat aan het lezen. Oké, ik ga zo even chat lezen. En dan gaat Weirdy me dood maken, dat weet ik niet. Niet nice. Maar liefje onder. Ik verwacht dat Lem was zou dashen, maar nee. Okay. Nu ga ik even chat lezen. Dat denk ik expres dat ik nu chat kan lezen.
Ja, je kan mij geen invite sturen, maar ik kan jou wel een invite sturen. Nee, dat was inderdaad een gekke glitch. Ik zou er wel een TikTok over maken. Top 10. Oké, okay, wat we doen. Mensen die een friend ding hebben, die krijgen van mij ganzenvoer. Op het moment, ik heb ook nog ganzenvoer. Op het moment dat ze winnen, krijgen ze van mij ganzenvoer. De hele top 3 krijgt ganzenvoer. Okay. Moet je alleen even zeggen hoe je heet in YouTube. Dan denk je wat ganzenvoer. Okay, Eva, die invite hou je nog te goed, maar we gaan een andere keer, denk ik. Dat was Shadows die gewoon. 200 kans voor. Uitroepteken. Give. Shadows. 200 kans. Boom. Als het goed is, moet het maar zijn. Dan gaan de top 3 weer door. Dat is Madeliefje, Len, Shadows. Weer die emotie en zo moet er allemaal uit. Blender tussenuit. Gans. Oh, gans. Gans. Oké, okay, andere map. Zure meren hebben we al gehad. Dat heb ik net gedaan. Schedelbeek kan wel. Boys, ready voor Schedelbeek? Je moet geven doen in plaats van give. Oh, Len en Madeliefje team, hè? Oké. Okay. Uitroepteken. Geef. Dit zou moeten zijn, toch? We gaan niet deze knokker doen. Zullen we gaan kloten met Moors? Kijk hoe dat gaat. Een heel nodig. Beter op deze manier. Kan je ganzenvoer kopen? Nee, ganzenvoer is alleen verdiend via. Ja, Dries. Ganzenvoer is alleen verdiend via kijktijd. Zonder ganzenvoer achter. Okay. Ja, Shelly, hoeveel ganzenvoer heb je überhaupt? Zijn de top 10? Volgens mij wel, hè? Oh, leek. Okay. Ik hoop dat niemand me dood maakt. Als iemand me ziet, maak me alsjeblieft niet dood. Iemand is me wel aan het doodmaken. Yo, ik lag. Stop, niet me killen, gast. Fuck off. Oké. Okay. Hun. Oh, mijn beeld staat weer stil. Oké, deze guy maakt vies misbruik van. Hoe gaat het? Super. Oké, nu gaat hij moeilijk doen. Okay. Dat is wel jammer, nu heb ik mijn kist gemist om te grijpen. Poepluier. Fucking poepluier. Die naam. Oké, nu zitten we ingesloten. Wat een kut begin. Beeld valt uit. En ik word de hele tijd opgejaagd door een gans. Hebben we geen kist kunnen pakken? Ik wil eigenlijk naar het midden toe gaan. En daar een beetje gaan kloten en mensen hun power-up stelen. En nu is het verneukt. Mijn hele plan is weg. Jammer. Kijk hoe het met de rest gaat, bro. Mag ik zo meteen meedoen? Bro, het maakt mij geen flikker uit hoeveel trofeeën je hebt en hoeveel knokken. Het gaat er meer om, ben je snel genoeg met de code? En de code staat gewoon gelinkt. Oh shit, dat is niet met de OP Grom. We hebben Dionny, met wel een zieke skin. En ik moet met een zieke skin, maar Liefje aan het campen daar in de hoek.
komt nu tevoorschijn. Laat het kopje zien. En inderdaad, oh wat mooi. Grom heeft ook nog eens een niet een schild. Iets waar hij 2k damage mee kan blokkeren. Waarom dat ook nog? Waarom heeft dat ding niet 1000 health? 1500, nee, 2k. Plus Grom is extreem tanky. Normaal gesproken zou je throwers vrij snel kunnen killen. Bijvoorbeeld met Sandy zou je ze dan kunnen 3 shotten. Met andere brawlers kan je ze 2 shotten. Maar nee, Grom hebben ze lekker OP gemaakt. Geef Grom nog veel meer health. Heeft Grom bijna net zoveel health als een Leon. Waarom? Zwaar OP. Maar je wil nog. Nee, want die andere als gerucht. Ja, die andere is al gegeven. Deze is de laatste keer, anders moet je bannen. Je wint te veel. Suffering from success. Nee, als je hebt al 200 gehad. Niet zeiken, je krijgt niet nog 400. Okay, code staat er. Poepluier, Tobias en mogen door. De rest moet er nog tussenuit. Dus Morena Pro moet er tussenuit. Hans moet er tussenuit. Lotte Good. Tussen uit Tobias. Dit zou moeten zijn, want Rohan had nog niet meegedaan volgens mij. Andere map. Schroeide steen. Wat heb je een lead nu? Hoe is top? Wacht, Shadows, hoe sta jij op nummer 1? Ik dacht dat Oesman heel hoog stond. Ik wist niet dat jij... Wacht, heeft Oesman al zijn munt aan jou gegeven? Of was jij aan het strijden met Mats? Oh, Oesman gaf je alles. Aha! Waarom? Oh. Oesman, hè. Ik trek meer. Nu kan ik... Meneer Beest. Nee. Even kijken. Deze map. Go, ready. Met mijn moeder. Ik zeg gisteren ook. Okay. Ja, noem jezelf meneer Beest in plaats van Brawl Beest. Waarom Oh, van Mr. Beast. Ik snap hem. Tobias, stop, gast. Stop, dat is niet lief, Tobias. Stop. Stop, Tobias, stop met me gooien, gast. Okay. Ik had je gewaarschuwd, Tobias. Ik had je gewaarschuwd. Tobias, ik was lief de eerste keer. Maar je stopte niet, Tobias. Je stopte niet. Stop met pesten, Tobias. Je pest me, Tobias. Okay. Laat Tobias wel overleven. Kijk of hij neergehaald wordt door Rohan. Rohan. Nu komt Tobias weer! Ik had Tobias wel dood moeten maken. Ik had Tobias nooit moeten gunnen. Oh. Ja, Eva, post anders die video's of die edits die jij hebt gemaakt ook op je eigen kanaal. Misschien wel leuk. Geef ik je een shout-out. Dit krijg je dus, guys. Onthoud. Toon je genade. Probeer je andere mensen te gunnen. Zoals Rohan. Niet Rohan. Tobias. Wat gebeurt er met jezelf? Inderdaad. Jij gaat eronder lijden. Dit is niet de eerste keer. Ik heb het best wel... Ik weet niet wie dat nog meer vaak heeft. Ik heb best wel vaak... Als je dan vrienden eenmaal geholpen hebt... En dat is niet specifiek vrienden die zich aangesproken moeten worden. Maar mensen waar ik nu al geen vrienden meer mee ben. Maar als je ze dan helpt... Uiteindelijk ben je zelf de lul. Vaak in ieder geval. En op het moment dat er bijvoorbeeld... Ik had een keertje gehad dat ik een vriend ging helpen. Dan had hij iets gesloopt van mij. En uiteindelijk heeft hij het niet eens gefixt. Tenminste, ik heb hem de hele tijd achterna moeten zitten om het te gaan fixen. Of mensen geld uitlenen. En dan geven ze niet op tijd terug of niet in volledig. Sowieso, als je ooit iemand geld uitleent... En hij betaalt het niet op tijd terug... En hij heeft niet een hele geldige reden of
probeert het meteen weer goed te maken en houdt zich daarna wel aan zijn afspraak. Nooit meer, ga diegene geld uitlenen. Nooit meer doen. Als iemand één keer zijn afspraak met geld niet nakomt, niet meer vertrouwen. Dat heeft mij een heleboel geld gescheeld. Want ik heb... dat ik één keer bijvoorbeeld aan iemand geld uitleende, €5. En diegene betaalde het iets te laat terug. Een aantal dagen te laat. En hij gaf me in muntgeld 50 cent tekort. Nooit meer geld uitgeleend. Andere mensen hebben die guy wel geld uitgeleend. En die werd nooit meer teruggekregen. Dus hey, ik kreeg mijn geld terug, wat al een wonder was. Toen probeerde hij nog later geld van me te lenen. Jan, mag ik €20 lenen? Dit, dat. Nee. Nee, dat mag je niet. Ja, maar problemen. Ik heb dit, ik heb dat. Ik moet dit halen. Ik ben uit huis gezet of weet ik veel wat. Nee, gaat geen geld van me lenen. Het zijn problemen die je zelf veroorzaakt hebt. Je bent niet te vertrouwen. Als we een goede band zouden hebben en jij zou te vertrouwen zijn met geld. Oké, zou kunnen. Maar anders, nee. Fuck off. Laat jou meedoen. Je kan de code nog intikken. Boom. Ja, ik met Joran collab. Het zou wel ziek zijn. Ik moet even wat meer video's gaan posten. En dan met Joran een keertje misschien een video maken. Dat zou wel lachen kunnen zijn. Alleen volgens mij zag Joran die raid laatst als een hostile iets. En het was niet gemeen bedoeld. En het was niet bedoeld om zijn hele chat vol te spammen. Tenminste heel eventjes. Van hey, beast raid. En dat hij misschien blij zou worden. Oh, yo. Raid. Ik... wat is het? 50 extra viewers bovenop je 1500. Dus hij heeft het waarschijnlijk niet eens gemerkt. Maar had wel lief bedoeld geweest. Maar volgens mij, in je viewer dan het lief zag. Laura, sorry, sniper is al over. Shadows, ik denk dat je de hier nou... Nou ja, het wordt sowieso denk ik het laatste potje. Maar wie was het door? Appelboom, Slan. Dus wie moet er tussenuit? Agent Cold. Nee, die klopt. Oké, wat voor map is dit ook alweer? Geblokkeerde blokkade. Zullen wij de naaier uithangen? Grommy. Grommy boy. Shield. Niet per se extra. Dat is toch om 10 uur? Nee, Laura, we gaan niet om 10 uur snijpen. We gaan om 8 uur snijpen. Als iemand Bram 300 ganzenvoer gunt, dan staat hij top 10. Gom counter pakken. PRB. Hoop niet dat ik in de buurt van Shadow spawn dan. Wat is überhaupt een grom counter? Stoel zeker, of niet? Laura, schaatsen is misschien nog wel belangrijker. Schaatsen is gewoon lachen. Kom ready. Heet we spawnen wel naast Shadows. Oké, laat maar. Nee, niet nu. Waarom elke keer aan het begin van een potje? Holy shit, het is mooi dat Shadows miste. Oh, mijn hele build bevroor en mijn guy bevroor. Dus het is echt, we zijn er mooi mee weggekomen. Eigenlijk niet met team met Agent Cold. Met de counter. We hebben nu super. Alleen volgens mij... Nee, ja, super kan wel een... Ik weet dat hij er zit te wachten. Appelboom hier in de buurt. Appelboom. Net niet snel genoeg. Nee, dat is fucking beeld viel weg. Ik word hier echt gek van. Dat is heel jammer. En ik heb niet echt moderators nodig op TikTok, man. Hilas, ik was eerste, zegt hij. Ik heb al Fang.
Nice. Ze zijn niet in gevecht, ze zijn wel in gevecht. Okay. Yes. Wil je ze even pushen? Ik zeg niet echt, man. Ik zie om te pushen. Slan met 8 power-ups staat er sterk voor. Sampoe. Oké, dit is een vraagje. Waarschijnlijk weten jullie dat wel. Is een boss te stoppen met een Grom gadget of een Grom super? Kan dat? Want ik weet dat je hem kan laten slapen met een Sandy gadget, terwijl die mid super is. Maar ik weet niet of je hem kan stoppen met een super van een Grom. Grom boy. Yo man, yo, Lolo BS edit. Misschien zeg je. Kom een keer samen live. Samen live zou ik niet weten. Jij een keertje. Jan, mag ik ooit rank? Kijk al die hele stream. Hoe je rank? Je bedoelt net zoals Eva. Dat is member. Dat kan ik niet eens weggeven. Dat is onmogelijk. Aight, guys. GG. Ik was Gans. Gil en jij Morris. Maar ik wist niet dat je rijk was. Bro, geen stress. Geen stress. Hey, Specs naar je bent lekker laat, gast. Nee, ik kan het niet. Stu is niet per se gay. Stu is een robot. Volgens mij zijn die niet eens. Vallen niet eens op mensen. Ja, dit is wel iets om over na te denken, guys. De toekomst gaat vol zitten met robots. En met AI. En een van de redenen dat ik überhaupt de entertainment-industrie in ben gestapt, is omdat in de toekomst gaan robots zo extreem veel werk overnemen dat de entertainment-industrie steeds groter gaat worden, omdat mensen bezig gehouden moeten worden. Oh ja, we kunnen, ik join jou wel, we kunnen dat baasgevecht ding even snel doen. Kijken wat dat is. En disconnect dit. Maar dat is een van de redenen dat ik de entertainment-industrie überhaupt in ben gegaan, want hiervoor dacht ik van ja, fuck dat. Ik poste nooit wat op Instagram. Ik weet niet of mensen op Instagram kijken. Ik kan het op YouTube ergens zien. Of ja, YouTube kan het ergens, TikTok daar. Insta daar rechts in. Ik poste bijna niks, alleen op mijn verjaardag af en toe. En ik was niet echt van mensen entertainen en meer in het echt avonturen. Dingen doen. Waarom typen mensen willekeurige getallen? Oh, die krijgt 24... 420 ganzen voor. Maar in ieder geval, omdat de toekomst er apart uit gaat zien. En in die space heb je een heleboel entertainment, vooral ook met de metaverse, krijgen. Toen dacht ik, hé, ik stap alvast de entertainment industrie in. Kijk hoe dat uit gaat pakken. En op zich wel goed, achteraf. Je hebt slow-mo als vriend. Nou, Shadow is even joinen. Als hij zijn eigen lobby heeft. Johnny is ook al gejoined. Snel. Ik weet niet hoe ik dat zo krijg dat het nooit meer disconnect. Kijk, het is niet zo moeilijk. Want op dit moment, ik heb een hele aparte setup. En ik heb dit helemaal min of meer zelf bedacht. En het werkt. Ik heb een kabel. Die gaat van mijn telefoon naar een kastje. Dat kastje heeft een speciaal programma wat niet op een heleboel dingen zit. Hoe heet het ook alweer? Display Link. En door Display Link kan ik daadwerkelijk het doorgeven. Via Display Link gaat het naar een HDMI-kabel. Via die HDMI-kabel gaat het naar dit ding ook alweer. Een capture card. Via die capture card zit het via een rare contraptie. Gaat het naar mijn computer. Via mijn computer wordt het weer doorgestuurd via een HDMI-kabel. Mijn scherm. Hey, Katote. Oké, boss fight. Ik weet niet, Shadow, hoe zie je wie de boss is?
Oh, die spawnt in het groen. En wij moeten allemaal langzaam omlopen. Oh, hij heeft allemaal kisten waarschijnlijk aan zijn kant, of niet? Oké. Ook makkelijk zien op stream. Elke brawler mag. Help aan het begin de boss de dozen kapot te maken. Dus eerst moeten alle dozen kapot voordat je de teleporter pakt. Dus als één iemand de teleporter pakt, maak hem dood. Geen superladen op je teammates. Oké, good to know. Aangezien het een boss fight is en we willen hem slowen, denk ik dat B op zich wel oké kan zijn. Maar achteraf, als je boss bent, zelf niet. Boss zou oké kunnen zijn op een boss. Nita, op zich wel, als je de boss kan stunnen. Gaan we dat proberen, oké. Boss stunnen, plus deze. De kans dat de teammates aanvalt. Nee, aan de andere kant wil ik ook niet door mijn, nou ja, dan maar door mijn teammates heen hitten. Check. Speed is wel handig, want er zijn geen bosjes hier. Never mind, ik heb niks gezegd. Right, ready up. Maar dat is in ieder geval de bedoeling. Nee, Browsers people met die rank. Dat is alleen als je een member bent. Ik weet niet of ik het al gezegd had. Ik ben geen. Het is Tobias. Tobias is de boss. Big balls. Ross, big balls. Kijk ons gaan. Moving. Schmoven. Sorry teammates, ik kan eigenlijk geen super op jullie chargen, maar ik moet er toch doorheen. Af en toe is dat, blijf je op zo'n hoekje net even haken. Kijk maar op guys, wacht even op Mo en Weirdy. Net te laat, oké. We hebben bosses. Die andere boss. Shadows, ga je deze gebruiken voor Joran als boss fight? Oké, dit is wel fijn, want Tobias is bijna dood. En mijn beeld valt. Tobias is dood. Okay. Nu ben ik de nieuwe boss. Ross. Big boss. Okay, ik weet hoe Mootje is gekild. Ik denk dat het spikes. Hoe ga ik ergens gaan? Oké, misschien dat ik een video ermee mag maken. Hint, hint. Oh, wacht even. Sampo is daar. Wel vervelend, want ik moet gesloten worden hierdoor om bij Sampo te komen. Ik gebruik je super, maak die muren kapot. Dankjewel. Dodge diagonaal. Dus dan weet hij niet wat hij moet doen. Kom op, boss. Ross, big boss. Kill die bot. Geeft die bot ook power-ups, of niet? En we Sampo gewoon gekild kunnen laten worden, die bot. Het is niet heel moeilijk. Gewoon wachten. Kwestie van geduld. Ja, oké. Okay. Yo, Jan. Vraag je, mag ik... Heb je ooit je club gezet... stopte met spelen. Heb je ooit in je club gezeten toen ik net stopte met spelen? Cubecraft. Dat is ook een ziek spel, trouwens. Cubecraft. Maasvrietje. Wanneer komt Rende terug? Wat is Rende? Leg even uit. Ik ben een redstoner. Nee. Ik heb Sampo als vriend. Nice. Jij bent toxic duifje. Wacht. Die toxic duif, dat is toch ook... Dennis. Ik weet niet zeker. Oké. Okay. Je wil in de club... op dit moment gaat het lastig, man.
De laagste is Kevin en daarna Chris. Maar daarvoor hebben we een tweede club. Ik zal even kijken op mijn tweede account gaan. Boom, 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 boom. Kenji, nee, ik ben niet gay. Als ik tot dat live ga. Yo, geld. Ik denk dat niemand verwacht dat jij op een planeet zou erop opeens. 10, 9, 8, 7, 1,5. Nee, bullshit. Maar ze hebben dus goedkoper gemaakt volgens mij. Even kijken. Deze club. Smash is geliefd. Jan van is erin gekomen. Maar Club Beast, en daar kan je wel in vanaf. Zo te zien, 27k net aan. Dus. Dat kan wel, maar niet in de open. Alleen hier wordt, is het soms het niveau ook, nou ja. Nee, okay, als je 32 zou zijn, dan zou je top 15. Boy, succes. Uit. Hult weg. Guys, ik zie jullie morgen weer. Dan gaan we eventjes proberen. De vorige keer werkte dat niet perfect. Ik ga proberen. Ja, Dion, kom met je tweede account. Ik ga proberen morgen live Bangers te spelen. Samen met een aantal mensen. Kan wel leuk gaan worden. Mocht dat lukken, dan zie je dat morgen. En voor alle members, we gaan morgen ook member. Only livestream doen. Dus een livestream voor alleen members. Ik weiger dat je live stopt. Het is niet hoe het werkt. Alleen het ding is wel met Among Us morgen. Nee, ik kom niet meer wachten. Dat is goed. Uit. Guys, dames, een hele fijne avond. Stel dat je beesten. Ik wens jullie veel succes. En onthoud! Geen aids in mijn melkherberg. Het is een, pop altijd. Nee, ik zeg, pas op bij de voice, oké? Als je een mooi stemmetje hebt. Blijf het de buurt van Marco, Jeroen en Ali. Zie ik jullie morgen weer.